Mijn naam is Stephanie Kouwberg en ik mag u namens de gemeente Steenberg en KWS-ontwikkelaar in het bouwteam van harte welkom heten op deze bewonersavond, participatieavond over de Steenbergseweg in Dinteloord. De reden dat ik deze avond aan elkaar mag praten is dat ik geen partij ben. Ik werk niet bij de gemeente, ik woon hier niet. Ik ben gevraagd om het gesprek te begeleiden. Dat betekent dat ik me een beetje heb ingelezen, de kranten heb gelezen en eens gekeken wat er zoal over participatie in uw gemeente en in Dinteloord te vertellen valt. Zodat ik weet wat er bij u leeft. Maar ik weet natuurlijk ook wat de gemeente graag, de projectontwikkelaar en KWS graag zou, willen vertellen. Mijn insteek is om dat gesprek te faciliteren. Dat is ook de reden dat er wat beperkte stoeltjes zijn vanavond. We gaan een kort deel van deze avond zenden. Dat betekent dat ik heb wat sheets gemaakt samen met de mensen die betrokken zijn over het onderwerp. En ik ga de mensen die daarbij betrokken zijn, goede avond eens aan de tand voelen over de context. Wat betekent dat nou? We hebben het over waar. Maar vervolgens bent u aan zet, om zoals dat zo mooi plenair heet, ook uw vragen erover te stellen. Ik wil u vragen om dat te doen aan het einde van het eerste gedeelte. Nadat we het gesprek hebben gevoerd en als u dan zegt, ik heb bepaalde dingen nog niet gehoord, gaan we daar eens even het over uitzoeken hoe dat zit. Daarnaast is het tweede gedeelte van deze avond, misschien nog wel het belangrijkste, gericht op het persoonlijke gesprek. Dus nadat we plenair hebben gekeken, waar hebben we het over, welk gebied, wat zijn keuzes die gemaakt zijn, en heel belangrijk, waar heeft u nou in staat? Waar kunt u participeren? Wat zijn verwachtingen? Zoals dat besproken is, is er individuele basis aan verschillende tafels, dan ga ik nog toelichten, de mogelijkheid om over bepaalde thema's uw mening en input te geven en vragen te stellen. Zo is de avond opgebouwd. Ik kom zo nog even bij de sheet van het programma. Maar wat denk ik het belangrijkste is, als we het vanavond over die Steenbergse weg gaan hebben, waar heeft u nou invloed op? En waar mag u nou wat van vinden? En met welke verwachtingen doen we dat? Want ik kan me voorstellen, ik heb een beetje verdiept in Dinteloord, en ik zag dat er misschien ook wel eens avonden zijn geweest waar u heeft deelgenomen, dat u dacht, nou, ik had iets heel anders verwacht. Of waar mag ik nou eigenlijk wat van vinden? De gemeente en KWS heeft gezegd, we willen het met dit project gewoon goed doen. We willen in gesprek, maar we willen heel duidelijk stellen waar dat gesprek dan over gaat. Binnen welke kaders, op welke manier en welk proces. En dat gaan we in het begin van deze avond proberen goed aan u toe te lichten. Ik ga mensen erover bevragen en als het u niet duidelijk is, stel ook aan het einde van dat gedeelte uw vragen. Dan ga ik eens even kijken. Ja, participatiekaders, goedenavond, planning van het proces. Ja, in de voorgesprekken kwam al naar voren dat dat heel belangrijk is. Want je moet natuurlijk wel weten, waar mag ik dan wat van vinden en hoe zit dat in de tijd? En dan wil ik even vragen of de volgende sheet kan worden getoond. Mag je even door? Die ga ik zo doen. Ja, dankjewel. Er zijn een aantal mensen betrokken bij het project. Doe er nog maar eentje verder, maar maak even een spoortje. Want het project waar het over gaat, dat is dit mooie kaartje. Uitgetekend door deze mensen. En die hebben gezegd, ja, Steenbergseweg in Dinteloord, dat behelst dit gebied. En aan mij is uitgelegd waar dat dan over gaat. Waar dat dan gaat. Dat eruit mag zien, materialen zijn waar we het over gaan hebben. Ik ga aan die mensen van dat bouwteam daar zo over vragen. Maar misschien is het goed, mag je naar de vorige zien, om ze eens even aan u voor te stellen. Want er zijn best wel mensen bij betrokken. Helemaal bij zo'n avond, zeg ik, zorg dat er niet te veel mensen van gemeente zijn. Het moet vooral om de inwoners gaan. Maar in dit geval is het denk ik belangrijk dat u weet. Wie kan ik aanspreken? Wie is erbij betrokken? Dat u ook de gezichten kent achter de mensen die hard aan dit project werken. Ik ga ze even aan u voorstellen. We hebben Godert
over wil. Projectleider gemeente Steenbergen. We zagen net het tekeningetje. Waar hou jij je mee bezig bij gemeente Steenbergen als het gaat om dit project? Ik ben algemeen projectleider van dit project en ik ga eigenlijk over alles. En dat tekeningetje, dat kwam volgens mij van jouw hand, wat we net zagen. Mogen mensen vanavond overal wat van vinden? Of heb je dat met een bepaalde bedoeling gemaakt? Ja, die blauwe lijntje op de tekening die zien was, dat zijn de contouren van ons project. Dus alles daarbinnen is bespreekbaar, mits we aan de participatiekaders gaan. Participatiekaders komen zo op. Dus dat is wel goed om te weten, hè? Dan ga ik zo even bij jou terugkomen, help me dat herinneren. We hebben Godert gezien. Robin is op vakantie, die gaat u nog zien. Die heeft in de zomer nog hard gewerkt, ook om deze avond voor te bereiden. Dasha, waar ben je? Dasha, oh kijk, achter mij, ja. U kent er waarschijnlijk wel van participatie in de omgeving. Misschien leuk om mensen die nog niet kennen, om je even voor te stellen. Ik ben dus inderdaad Dasha Bresch, adviseur kerngericht werken en participatie heet het officieel, maar kerncoördinator is wat pakkender. Ik heb vooral heel veel overleg ook met de dorpsraad in het Roord en ik sluit regelmatig aan bij Leefbaarheid in het Roord. Maar ik ben eigenlijk een beetje de schakel tussen de inwoners en de gemeente voor iedereen, dus ook voor u. Dus, en ik mag vanavond ook een klein rolletje, maar ik weet niet hoe groot het is voor alles. Dus, ja. Nou, voor jou de rol bedacht. Als er straks vragen zijn uit de zaal, met jouw journalistieke ervaring, onze raad en de reporter met de microfoon, de wist je nog niet, maar met de microfoon rond te rennen, zodat we iedereen goed kunnen horen. En het tweede gedeelte van vanavond hebben we gezegd, diverse tafels waarbij u kunt kijken. Waar hebben we nou over uw mening kunt geven? Maar we hebben ook één aparte tafel waar u gewoon terecht kunt als u eens wat kwijt wil, wat misschien niet over dit project gaat, maar wat was dan idee de gemeente, KWS, je bent er nu. Ik wil eens even nadergen of een afspraak maken of in gesprek over een ander onderwerp. Want dan is op dit soort avonden ook altijd fijn om ook nog eens misschien wat dingen aan te kaarten die we niet hier plenair gaan doen, maar waarvan het wel handig is om aan de gemeente te vragen wat gebeurt daar nou mee. Hoe zit dat? Dat ze daar nog op terug kunnen komen. Dasha, dus daar komen de mensen bij jou voor terecht. Dan hebben we Chris Kolen. Ja. KWS. Ja. Vertel eens. Ja, wat doe jij? Ik ben projectleider bij KWS. En wij gaan samen met de gemeente Steenberg en het bouwteam in richting van Steenberg zowel in Dinteloord uitvoeren. Okay, richting Steenberg zegt Dinteloord. Ik hoorde Godert net al zeggen. Participatiekaders. Als jij het uit gaat voeren, heb je dan nu al zaken waarvan je zegt, nou, mensen let even op. Als jullie straks de tekening zien, dan zijn dit zaken om even in de gaten te houden. Waar ik rekening mee te houden heb als KWS. Nou, we zijn heel benieuwd naar de wensen van de bewoners hier. De participatievrijheid, wat het al zegt, het is nu nog vrijheid. Dus we gaan kijken wat we kunnen doen. Wat de wensen zijn, en dan gaan we meenemen in een ontwerp en dan hopen we dat het maakbaar is, het ontwerp veilig is. En dat het dan binnen een budget kan en binnen de planning. Dus er zijn wel enkele dingen, budget en planning, daar ga ik straks nog op terugkomen. Jarno, dus jouw collega, Jarno Wiel. Ja, Jarno Wiel, ontwerpleider binnen het bouwteam. En mijn mooie taak om straks met een ijspakket, maar ook jullie wensen zeer zeker, een mooi ontwerp te zetten met het ontwerpteam. En even voor de duidelijkheid, als ontwerper, je hebt nog geen ontwerp gemaakt. Oké, is heel goed om te weten. Dus bij deze, daar gaan we nog samen aan werken. Hè? Maar we zijn er. Oké, heel duidelijk, heel belangrijk. Charlotte, volgens mij klikte jij, dankjewel, de sheets voor mij door. Hoi, Charlotte Nooijen, op de KWS. En ik kom hier met z'n allen mooie samenwerking zetten. Dus daar gaan we doen. In een mooie samenwerking, zoals het ook met collega's is. Een ontwerp of omgevingsmanager, dat is ook dat jij helpt in beeld te brengen, samen denk ik ook met Dasha, niet alleen welke belangen spelen, wat vinden mensen belangrijk, maar ook wat zijn factoren in de omgeving in rekening te houden. Zeg ik dat goed? Ja. Oké. Okay. Dus dan geef ik alvast een doorkijkje, als we uiteindelijk over een hele tijd naar de uitvoering gaan,
dan heb jij ook heel veel contact met inwoners, bijvoorbeeld over bereikbaarheid en dat soort dingen. Moet ik dat zo zien als ze... Top, dan hebben we nog Pieter, Jan, even kijken. Ja, helemaal achteraan. Ik kom naar jou toe. Jij bent hier om de sheets te laten zien. Zijn we even uit beeld? Dan ga ik zo naartoe. Vooral voor de mensen die achterin staan. Hier is gewoon een schermpje. En is dat alles goed zichtbaar. Ik ben Pieter Jacquino. Ik ben voorbereider projectbegeleider bij KWS. Werkvoorbereider projectbegeleider. Heb je al wat om te voorbereiden voor dit project? Of is het, ligt het nog allemaal... Alles ligt nog open. Dus, Dat staat bij deze ook op beeld vast. Open licht, dankjewel. Hij is meegedaan. Ja. En dat ben ik vergeten toe te lichten. Want we zien hier een camera van de Slos die het streamt voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn. Of die het eens terug willen kijken. Als u nou, die filmt ook van achteren. Maar als u nou zegt, ik wil pertinent niet in beeld. Is mij ook gevraagd om dan ook even straks... wat verder naar achter plaats te nemen. Dan weet u zeker, u bent er vanaf de rug in beeld, maar dat u niet in beeld bent. Belangrijke huishoudelijke mededeling. Ja, jullie zijn in beeld. En bij het hele project zien we in beeld. Vooral bij deze mensen. Dan moet jullie goed aan kunnen spreken, helaas. Even terugdenken naar het kaartje, Charlotte. Yes. Participatiekaders, projectgebied. Wat ik weet, Godert, is het is de Steenbergseweg in Winteroord en het blauwe kaartje is het projectgebied. Ik vind het denk ik toch wel belangrijk. Ik had als eerste de vraag toen jij zei participatiekaders, dacht ik, ja, wat is dat dan? Waar moet ik dan rekening mee houden? Dat zijn de vrijheden die overblijven na de dingen die we moeten. We moeten bijvoorbeeld het gevaar hebben tegen de woningen die direct aan de staatsgrens, dus die geen voortuin hebben. Er is dus geen discussie over mogelijk. We moeten het opvangen. Okay. Want we moeten daar ook onze lokale glijdingen kwijt. Dus dat is een must-have. Okay. Dan hebben we ook nog bepaalde breedtes, want er gaat een behoorlijke hoeveelheid verkeer gaat over Steenbergseweg. Daar heb je een bepaalde breedte voor nodig. Hoe dat er in de praktijk straks uitkomt te zien, als dat links komt of rechts komt of in het midden, dat is nog niet besproken. Maar we hebben wel een bepaalde breedte nodig. Is dat een vaste breedte? Ja, dat is een breedte die er staat. Okay, ergens tussen de 5,80 meter en de 6,50 meter zijn. Variabel. Werken we met een middenberm, ziet dat er anders uit. Werken met twee aan één gesloten rijbanen, twee richtingen, is dit. En dat heeft ook te maken met hulpdiensten die er eventueel door moeten kunnen. De landbouwverkeer die er te maken is heel groot. Vanuit de... Het college is ooit aangegeven dat we minimaal streven naar 10% meer groen in de wijken, daar waar dat kan. Kom even een stukje naar voren, ik zie mensen inderdaad daar een beetje... Ja, zo kom je aan de weg. Ja, dat is goed. Dan hebben we ook nog parkeervakken, die moeten 2 meter breed zijn. En we kunnen alleen maar parkeren in de lengterichting van het verkeer. Dus niet haaks parkeren of schuin parkeren. Waarom is dat? Sorry? Dat heeft te maken met de verkeersintensiteit en de veiligheid. Als je schuin parkeert of haaks parkeert, moet je achteruit terugdraaien. Dan geeft dat te veel verstoring in het verkeer, waardoor je onveiligheid creëert. En dat is maar een beetje. En daarnaast ligt alles nog open. Dus gaan we middenberm, geen middenberm, links de rijbaan, rechts de rijbaan. Alles is nog bespreekbaar. Oké. Ik las ook iets. Ik heb natuurlijk een beetje ingelezen. Gelezen over, en dan kom ik bij degene die ik ben vergeten voor te stellen. De wethouder, Maurice Remery, excuses. Want er zijn natuurlijk ook dingen die volgens mij, vanuit de raad misschien al vast liggen. Of, want ik las bijvoorbeeld, waarom maak je er geen rondweg van? En waarom geen betonblokken? Volgens mij is dat niet aan de grond, heb ik begrepen. Maar zijn er bepaalde politieke besluiten die daar aan ten grondslag liggen? Ik ben een leek, verwoord ik dat goed? Nou, het is zo, de rondweg of de randweg, dat is weer een andere discussie. Dat heeft te maken met het ontwikkelplan, waar jullie ook allemaal bij betrokken zijn, onlangs. Wat binnenkort, dat is volgende maand,
de publicatie zal zijn van waar de raad over gaat praten. En dan heb je, kijk, in een ontwikkelplan, daar kun je op een gegeven moment aangeven waar je in de toekomst een rondweg of een randweg wil gaan bouwen. Want dan moet je eerst weten hoe je alles gaat settelen en dan kun je die weg ook bepalen. Maar goed, kijk, we hebben eigenlijk, de Steenbergse weg is eigenlijk al heel lang een kwestie van onveiligheid voor fietsers, voor voetgangers, voor auto's en dergelijke, met name voor het langzaam verkeer. En dat is eigenlijk al heel lang, 20 jaar, dat is eigenlijk al langer een vraag om daar iets voor te doen. Daarnaast is het ook nog een kwestie natuurlijk van onderhoud, hè, dat een bepaalde deel heel slecht op onderhoud zijn, dus die ook opgepakt moet worden. Plus het feit van de wens vanuit Dinteroord om een aantrekkelijke straat te maken, waar het op een gegeven moment ook verblijven is, waar je op een gegeven moment een verlichting hebt, waar je op een gegeven moment genoeg groen hebt, waar het ook aantrekkelijker wordt. En dat je gewoon een fatsoenlijke of mooie entree hebt vanuit Dinteroord en naar Dinteroord in. En dat zijn de aspecten en dat kunnen we niet uitstellen, want dat hebben we als raad wel inderdaad besloten. Om op een gegeven moment dat niet meer te blijven uitstellen, maar op een gegeven moment een beslissing te maken. Of losgekoppeld van de randweg en het ontwikkelplan. Om op een gegeven moment, wat ja, kijk, op een gegeven moment dat allemaal rond is bij 10, 20 jaar, 30 of 40 jaar verder. En zo lang kan de Steenbergseweg echt niet wachten. Dus je moet gewoon op een gegeven moment met de constructie aan de slag. Dus dat is, want dat vroeg ik me af, van zijn dat dan twee verschillende dingen? We gaan nu aan de slag, dus met die Steenbergseweg. En wat er dan verder in de toekomst nog. Er speelt dus nog iets naast en dat is dat ontwikkelplan. Maar dat, begrijp ik het dan goed dat dat niet het onderwerp van gesprek is vanavond, maar echt puur de inrichting van die Steenbergse weg? Ja, op dit moment is het puur de reconstructie van de Steenbergse weg. En daar hopen wij u mee te kunnen, ja, dat u erbij betrokken bent, om dat ideeën aan te geven van hoe kunnen we dat beste doen. Qua goede inrichting, qua groen, maar ook qua veiligheid en qua indeling, middenberm, tussenberm en dergelijke. Dat we gewoon op een gegeven moment tot een compromis komen met z'n allen. Wij zeggen, nou, dat is een linkbare weg, een goede weg. Waar we gewoon de komende decennia gewoon op een gegeven moment goed mee overweg kunnen als het in dit hoort zelf. Dan komen we eigenlijk over terug op het doel van de avond. Hè, toen ik bij jullie binnenstapte, samen kijken hoe je die weg toegankelijk, veilig en op een manier kunt inrichten dat de omgeving denkt, daar kan ik mee uit de voeten. Oké, gaan we aan de slag. Ik kom zo, want ik heb nog een aantal vragen, maar ik ben nog wat vergeten. Namelijk eens even peilen hoe de mensen er weer bij zitten vandaag. Dus je mag weer even terug naar die thermometer die ik eigenlijk in het begin had. We gaan nu niet al uitgebreid in gesprek, maar u zit hier wel allemaal met uw eigen mening, ervaring. Ik heb vaak zoiets bij dit soort avonden, nou, kom maar op, zal mij benieuwen. Ik zal toch al niks meer mogen vinden of ze hebben het toch al besloten. Hè? Kan, mag allemaal. Misschien zegt u, ik laat me verrassen. Of heeft u al hele goede ideeën? Dat kan, hè. Ik ga eens luisteren. Dus ik wil eigenlijk eens even meten hier in de zaal. De thermometer insteken, hoe die vlag erbij hangt. En misschien moet Dasha me zo even assisteren. Maar wie zegt, nou, ik heb wel een trefwoord dat ik kwijt wil. We gaan u nog niet vragen stellen, maar roep maar eens. Want het is voor die mensen hier een teken van, hé, daar moet ik goed aandacht aan besteden. Of nou, dat is een heet hangijzer. Veiligheid en snelheid, hoor ik hier, ja. Hoge snelheid. Dat was te hard gereden en met een stukje erger. Dat houdt u bezig. Ja. Heeft u ook ideeën dat u zegt, nou, dan ga ik vanavond eens mee. Ja? We gaan wel heel goed. Ideeën hoe de snelheid te beperken. Perfect. Nog iemand, roep u maar. Ja, parkeren. De blokken op de Steenbergse weg moeten weg. En dat moet kamers in dit plaats. Oké, dus dat zijn ideeën die u heeft. Ja. Nog een gevoel of idee dat speelt, zat die mevrouw achter u in ieder geval, kom er even bij u, zegt ze. Het parkeerprobleem. Daar bent u nieuwsgierig naar, ja. Of heeft u daar ideeën voor? Ik heb geen ideeën, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ja. Heel goed. Je bent bang om je auto te hebben, want je hebt nergens geen plek meer. Nou, een mooi haakje voor de mensen van KW, van het bouwteam, om eens te kijken of we daar ook wat over kunnen vertellen en ideeën kunnen ophalen vandaag. Hoe staat de vlag er weer bij? Met welk gevoel staat u hier? Heeft u er een beetje vertrouwen in eigenlijk? Ik ben ook wel benieuwd naar. Ik ben benieuwd wat er met de informatieavonden en de enquête gebeurt. Want ik heb nu het idee dat we weer helemaal van alles aan beginnen. Dat die informatieavonden en die enquête over niks zijn geweest. Gaan wij zo bij u op terugkomen? Is het
wat gebeurt er allemaal? Dat wilt u ook vanavond goed horen en wat gaat er verder mee doen? Uw verwachting is, zit ik hier niet volgend jaar weer? Ook iets om goed te onthouden, zo even om terug te komen, beste mensen. Nog iets waarvan u zegt, nou, het zal mij benieuwen. Of, nou, ik heb er wel zin in vanavond, dat kan ook. Ik heb allemaal ideeën. Of, nou, ik heb daar eerder iets verteld en heb ik nog niet teruggezien. Ja? Doet hij dat al? Ja. Hij doet het, ja. Ik was benieuwd hoe het verkeer gaat lopen tijdens de werkzaamheden. En ik heb nog één ding niet gehoord wat ook belangrijk is over die weg, is de riolering. Riolering, ja, daar had ik ook een vraag over. Maar ik onthoud hem even, dat we daar zo even op terugkomen. En volgens mij voel ik al een aardig bruggetje aankomen naar een vragenrondje. Want ik had inderdaad ook nog een aantal vragen hier aan deze beste mensen. Nog een houding of een gevoel wat u wilt uiten. Ja, ik zie u weer aan de hand. Zegt u het goed? Verzoenlijke voetpaden langs de Steenbuizenweg. Want nu staan ze meestal vol met auto's. Voetpaden die vol staan met auto's, zullen wij de nieuwe. Nou, onthou hem even. Nog meer? Hier achteraan nog mensen? Nee? Nou, dan stel ik voor. Ja, er zijn veel kinderen die naar school gaan, die langs de Steenbuizenweg het dorp in en uit rennen. Fiets ook heb ik niet gezien. Ja. Je bent erg benieuwd naar veiligheid van fietsers. Ja, mooi daar, ja. Oversteekplaats. Nou, ze worden echt als gekken gereden. Kinders kunnen niet eens oversteken. Ik zit met mijn hart vast op de bank. Ja, u houdt uw hart vast. Ja, het is niet normaal. Okay. Ze remmen niet af. Ze rijden door. Kind kan niet eens verschillend oversteken. Ik zie mensen knikken. Ja. Ja, ik hoor veel zorgen. Ook veel mensen naar benieuwd hoe het gaat met even samengevat verkeersveiligheid. Veiligheid voor fietsers, voor voetgangers, trottoirs, riolering. Nou, aan ons om die vraag vanavond goed te beantwoorden. Maar ook het tweede gedeelte van de avond. Als u zelf zegt, nou, daar heb ik wel ideeën over of daar wil ik wel eens mee in gesprek. Gebruik het tweede deel van de avond ook om daar persoonlijk over in gesprek te gaan. Maar we hebben nog even tijd, dus je mag inderdaad even doorklikken naar beneden. Dankjewel, dat zijn de projectscope, heet het dan. Hebben de kaders, parkeren, we hebben gehad. Ga straks naar de planning, want even samenvattend, jullie nemen die opmerkingen in jullie uitleg, want ik heb ze ook al vaak gekomen, zo aan het einde even op terug. Heel goed. Om op uw vraag terug te komen, wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Nou, het is niet zo, heb ik begrepen, dat we hier vanavond een leuk idee ophalen en dan zeggen, was een fijne avond, goed gebrainstormd, bedankt. Ik heb begrepen, en dan mogen jullie bevestigen op camera, dat de gemeente en KWS het bouwteam dit echt beter wil doen. Dus heeft gezegd, als we ideeën op gaan halen, moeten we daar ook heel goed een planning aan hangen en steeds terugkoppelen. Wat doen we daarmee en op welk moment nemen we dat mee in het ontwerp? Mag ik nog even één ding vragen? Ja. Projectscope zegt 50 km per uur. Projectscope zegt 50 km per uur. Is dat onderhandelbaar of niet? Nee. Als dat niet onderhandelbaar is, dan heb ik het idee dat we een hele jarenlange discussie krijgen. We hebben net gehoord over de snelheid. En als we nu kijken, dan vinden we die 50 kilometer al te hard. Dus als dat een, zeg maar, een not issue is waar we wat over kunnen zeggen, kunt u ook niks aan doen, kan er niet belasten. Dan wordt het een hele moeilijke discussie. Ja, dat is wel duidelijk. Misschien goed om, is dat een van die kaders, hè, waar jullie het over hadden? Politiek. Het is in de raad ooit besloten dat het 50 kilometer moet blijven. Mede op aanvraag vanuit de omgevers om voor mij in verband met de verkeerstoename die verwacht wordt in de komende jaren. Omdat niet er is te veel verkeer om de snelheid naar beneden te doen, heeft het ook te maken met de rugdienst, heb ik begrepen. Die kunnen dan hun aanrijdtijden net niet meer halen, als ze drukken. Ik vraag nog even toelichting hier ook aan de politiek. Dus, nou, je hebt gewoon op een gegeven moment een bepaalde afwikkelsnelheid nodig om het veilig juist te houden. Lager tempo, lager snelheden, ik wil niet altijd zeggen dat het veiliger wordt.
Dus je hebt op een gegeven moment, vanuit de zijstraat, heb je een bepaalde aanstroom, waardoor je een bepaalde snelheid op de hoofdbaan nodig hebt om een goede afstroom te hebben en een goede doorstroom te hebben, dat doen we hetzelfde. Dus daarom is gekozen, dat is gewoon verkeerstechnisch, is dat uitgerekend door onze verkeersafdeling, is het gewoon noodzakelijk dat het 50 kilometer is. Er is lange tijd gekeken na 30 kilometer, alleen dat is eigenlijk in geen enkel scenario is dat hanteerbaar, ook omdat er nog huizen en inwoners bij komen. Dus op dit moment, toen is daar de conclusie uitgekomen dat het 50 kilometer moet zijn. Kijk ik even hier de ontwerper aan. Heb jij dan voor deze mensen nog, of ben je nog benieuwd naar ideeën? Of ik ben geen ontwerper, hè, maar zijn er dan nog, ik snap die zorg heel goed, manieren om in je ontwerp bijvoorbeeld te zorgen dat mensen afremmen of dat het veiliger wordt? Ietsje maar midden, ja. Dan moeten wij het ontwerp inderdaad op gaan afstemmen. Wij zijn ook weer de wensen en de buiten aan die weg. En zijn de beste ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn er de richtlijnen, de ontwerprichtlijnen, die wij hanteren om het ontwerp op te zetten. En dat we samen niet komen tot een ontwerp dat hier het beste past. En wat ook die uitspraak van wij ervaren heel hoog rijsnelheden, dat we dat naar beneden brengen. En dat wij ook niet zo wat hebben. Wat ik voorstel dat we doen, voordat ik naar de planning ga, was een gegeven. We hebben toch tijd ingeruimd om u uw vragen te laten stellen. En ik merk dat het zo een beetje overvloeit in wat vragen uit het publiek. En ik denk dat we dat ook de ruimte voor moeten geven. Maar ik kom een beetje in plaats van deze kant op. Dan zijn jullie en goed in beeld en kan iedereen zien. Ik proef inderdaad zorgen over de snelheid en verkeersveiligheid. Dus ook vragen die ik jullie stel als ik daar nou woon. Welke invloed heb ik dan op die snelheid? Nou, jij zou de wettelijke snelheid 50 kilometer niet. Ik hoor jou zeggen, met het ontwerp kunnen we nog kijken, hè, als mensen ideeën hebben. Zijn er nou verder nog dingen waarvan je zegt van nou, denk daar eens over na, ondanks dat die pijn er is van we kunnen het niet anders maken, die snelheid, denk over na te denken voor de mensen hier. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan meer groen, waardoor je andere zichtlijnen krijgt. Waardoor de snelheid naar beneden gaat. Dat is ook dat de mechanisatie om de snelheid naar beneden te krijgen. Dat zou kunnen, maar dat hangt puur af van het ontwerp wat straks gekozen gaat worden. Er zijn wel dingen om. Ja, maar we hebben dus nog geen ontwerp. Nee. Dat is een punt. We hebben geen ontwerp. En al die dingen kun je pas afstemmen als je een voorkeur ontwerp gaat hebben. Dan kun je daar een feintje doen om toch die snelheid naar beneden te krijgen. Dat is ook wel onze wens. Alleen die kunnen we niet van 50 meter puur af. Je kunt ook, kijk, dat is ook een idee wat je in het ontwerp hebt. Je kunt ook gebruik maken van gescheiden wegvlakken. Dus een gescheiden wegvlak voor voetgangers, voor fietsers en voor autoverkeer, zodat die niet vermengd raakt door elkaar. En dan hoeft het op een gegeven moment langzamer verkeer, hoeft het wat harder rijden niet tegen te gaan. Maar dat is ontwerp technisch. Dus het zijn wel dingen waar mensen over na en dus input op mogen geven. Ja, zeker. Nog meer dingen die spelen, we gaan gewoon al over naar de vragen. Ik heb een meneer vooraan en Dasha, als jij zo de vragen achteraan opvangt. Ik heb al een aantal opmerkingen. Verkeerswendend, dan zou ik eens beginnen met oversteekplaatsen te maken. Het is onverantwoord om de mensen van het mortuarium over moeten steken naar het sportveld. Om kinderen daar over moeten steken. Er is geen oversteekplaats. Er is er maar één op heel de Stenbergse weg. Hoe lang is die weg? Eén oversteekplaats, mijn heren. Is dat onderhandelbaar? Natuurlijk. Ja? Kom even bij en dan ga ik verder. Hij berm de groenstrook opzij zet tegen de wegrand, heb je gelijk dat verkeersremmende werk. En wanneer je die ombakken niet zo uit elkaar zet dat ze gewoon met twee auto's langs elkaar kunnen rijden. En dat ze de zijkant van de berm helemaal kapot rijden, want dat heb je ook gezien. Dat heeft hij die betonnen blokken gelegd. Ja, hij heeft daar gewoon op reageert door die dingen naast elkaar te zetten, dat er maar één kant er gelijk door kan, dan heb je een remmend effect dat gigantisch is. En dan vliegen ze extra gasgevend langs elkaar heen om de vier slalomen om zo weg te komen.
Ik proef heel veel enthousiasme voor deze. Zijn er dingen van u zeggen? Inderdaad, ja, dat zijn zeker dingen. Kom maar straks. Ja, ik zie hier een hand. Oh ja, eerst die meneer bij het Asscher. Kom ik daarna bij u? Die bakken, die bloembakken op de Steenbergstraat moeten gewoon weg, want we hebben het over 50 kilometer. Maar ze staan dan weer stil, dan staan ze rijden, omdat het constant van twee kanten verkeerd is. Dus je kan veel beter 30 kilometer aanhouden, dan iedereen kan redelijk doorrijden. En dan inderdaad het idee van meneer om wat meer oversteekplaatsen te maken. En dan op de hand halen. Ja, dus ik hoor hier het idee vloedbakken op een andere vlek, of in ieder geval die bakken ja, weg. Of, ja, die mond in me. Ja, nou kijk, dat vindt u dus plaats ook. Zeker die mening horen straks aan de tafel. Nog meer? Ja, deze meneer? Ja, ik vind een beetje tegenstrijdige acties die genomen worden. De politiek zegt niet 50 kilometer te gaan houden, als richtlijn. Terwijl aan de andere kant maatregelen gaan bedenken om die snelheid te rennen. Ik denk dat je politiek stap af van het standpunt 50 kilometer. Dan zijn heel veel problemen opgelost, dat een andere dorp ook plaatsvindt. Dan komen 30 kilometer per uur op belangrijke wegen door een dorp heen. Dan kom je, rijden is, even op meer ruimte voor groen te lopen. Kijk ik even de politiek of de wethouder. Is dat iets dat zomaar kan? Ja, want ik hoorde u net zeggen, ja, er is besloten, het is wat het is. Dat besluit is genomen, het verkeerstechnisch advies. Dus dat onderzoek is gebleken en is op een conclusie gekomen dat je 50 kilometer per uur moest aanhouden, of niet 10 aan te houden, en 30 kilometer niet veranderd is. Dus dat is daaruit gekomen, dat besluit heeft uiteindelijk politiek is dat verkrachtig. Alleen het advies erachter, daar gaat het uiteindelijk, was een verkeerskundig advies geweest. De maatregelen die wij gaan nemen, die gaan ervoor zorgen dat men niet harder kan dan 50. Dus om in ieder geval te zorgen dat op het moment rijden ze 80 of meer. Ja. En die maatregelen die wij gaan nemen, hopelijk even overleg, zo te nemen dat ze in ieder geval niet meer harder kunnen dan. Ja. Dus dat hebben we jullie allemaal voor nodig. Dus ik hoor jou zeggen, onze wil is er wel, maar we hebben daar ook gewoon rekening mee te houden. Dus laten we met elkaar kijken. Nou, of we in ieder geval op creatieve wijze kunnen kijken dat die veiligheid wel voor ons staat. Ja, daar ben jij het dus mee eens. Absoluut. Mooi. Ik zie achterin wat handen, Dasha. Ja, kom zo bij u. Ik ga de vraag even herhalen, want misschien moet de microfoon iets harder, het was niet goed te verstaan. Het gaat om de vraag van deze meneer. Er is iets zoiets als veiligheid, zeg maar als ik het goed samenvat, maar ook zoiets als leefbaarheid, hè? Ja. Leefbaarheid omgeving, als je 50 mag, dan stoot je meer fijnstof uit, geluid, dan dat je 30 zou rijden. Wat is daar, wat is uw antwoord? Kunnen we daar iets mee? Zijn er nog dingen waarvan u zegt van ja, daar moeten ook oplossingen zien te vinden? We zouden kunnen denken aan een geluidsreducerende afstandlaag, bijvoorbeeld. Maar de snelheid is niet bespreekbaar. We hebben in ons wetopdracht meegekregen dat we 50 kilometer per uur moeten blijven. En dat is gewoon niet bespreekbaar. Dus. Maar dat is wel heel duidelijk. Vinden we niet leuk met z'n allen? Zijn we het over eens? Dan kunnen we nu vanavond niks aan doen. Ik ga u wel uitdagen om, zoals deze meneer zegt, misschien heeft u ideeën om te kijken hoe u dan wel dat geluid kunt. Nou, u heeft het zelf over een afvallaag, maar we zitten hier misschien mensen met een technisch of creatief achtergrond. Die zegt, nou, heb ik nog wel ideeën over. Dus ik ga u wel uitdagen. Maar dat is duidelijke taal. Mooi. Misschien niet wat we willen horen, maar wel belangrijk om te weten. Ik zag hiervoor volgens mij nog een deze manier. Twee dingen. Dat de mensen veel te hard rijden, dat is natuurlijk iets waar we allemaal mee zitten. Want je zou zeggen, hou je aan die 50 kilometer, dan zou er niet zoveel aan de hand zijn. Maar de snelheidsbeperkende maatregelen die op de brede genomen zijn, die hebben ons
als ik dan mag spreken namens systemische renovatie, ons niet overtuigd. Want het zijn eigenlijk gewoon voor de jongens die heel lekker hard willen rijden, is het extra uitdagend geworden. Dat zijn chicanes geworden, zeggen, hey, godverdomme, het is veel lekkerder om met 80 een beetje zo te swingen, dan met 80 kilometer in de door te rijden. En dan kom je dus op een punt, hè, waar dus het enige zebra, dan is het bij elkaar gebracht. Dan denk je van, hoe is het mogelijk? Twee dingen bij elkaar, dat is niet veilig. Kinderen hebben een pseudo-veiligheid op dat punt. Want ze lopen dus naar het einde toe, waar dus daar die nauwe doorgang is. En iemand die hoeft maar ietsje af te wijken, patsch. En het is al een keer, dat is gebeurd, dat het gelukkig niet vervelend afgelopen is. Maar ik heb het nog steeds niet begrepen van als je dus verkeerssnelheidsbeperkende maatregelen invoert. A, dat je dan mensen bij elkaar brengt, die vast van elkaar af. Maar ook dat je dan het dusdanig inricht dat het mensen die dus continu te hard rijden, uitdaagt om extra hard te rijden. Dat zijn dingen waarvan, heeft u daar zelf ideeën voor of zegt u nou? Nee, ik kan best begrijpen dat iets, maar dat is natuurlijk iets waar we als inwoners van de Steenwegseweg natuurlijk, ja, dan moet je ons heel sterk overtuigen, omdat je in het verleden daartoe wel aan de steek hebt laten vallen. Ik kom zo ook even bij de ontwerp, bij Jarno, want misschien heb jij daar nog ervaring mee voor de ontwerp. Als ik 50 kilometer per uur blijf op de Steenwegseweg op de Heuvelrijbaan, dan heb je gescheiden fietspaden, dan mag het landbouwverkeer ook 45-50 rijden. En dat is veel te hard voor de Steenwegseweg, want dat geeft een geweldige geluidsindruk. Ja, de snelheid, ik begrijp het heel goed als ik inwoner zeg, maar ik kan er helaas, we hebben het gehoord, kan niet mooier maken. Dus we gaan wel naar elkaar kijken welke ideeën zijn er, leven daar. Ik zag daar een hand en dan kom ik bij u. Dan mag ik zo bij jou. Ik heb een beetje zacht. Ik kan het even ontwerpen om te zorgen dat de verkeersborden die aangeven, dus niet meer dan duidelijk zichtbaar zijn. Als je nu het dorp uitrijdt en je komt bij de oversteek, zie jij niet eens het verkeersbord. En dan hangen er zoveel op een klantje. Het is een duidelijk. Dus daar wordt een hele fucking wel. Wordt er getoeterd, ruzie gemaakt, onze vuist nog net niet gedaan. Duidelijke verkeersborden, hoef ik u zeggen. Nou, leveren ze ook die input. Hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien, wellicht zijn er geen borden nodig. Als we met z'n allen iets slim kunnen bedenken wat er niet nodig is, hebben we dat nog veel liever. Maar als ze wel nodig zijn, dan moeten ze gewoon duidelijk zijn. Ja, 100%. Eens. Nou, laten we eerst kijken naar hoe het eruit komen te zien. Dan is dat de volgende stap. Wat gaan we dan doen om het nog veiliger te maken? Ik let heel even op de tijd, want we willen ook goed de meneer nog goed in gesprek kunnen. Maar Jarno, ik heb een aantal keer iets gehoord van meneer over dat ontwerp. En zijn er nog suggesties die jij kan doen met jouw expertise als het gaat om ontwerp? Of heb je ergens voorbeelden van een ander project of gemeente waar je zegt, nou, dat hebben we zo opgelost. Zou kunnen. Ja, in de vergelijkbare situaties als de Steenwegseweg hebben wij ook een passend ontwerp kunnen maken. En wat was daar dan anders of passend aan? Of zeg je van, nou, denk daar eens over na, dat zou kunnen. Welk belang is dat voor veilige fiets? Intensiteit van we gaan dat niet invullen. We gaan eerst luisteren, en pas dan gaan we invullen. We gaan niet anders dan is het weer een straat. Mensen. Nee, dus het is heel goed, dat probeer ik ook te veranderen. Het hangt dus af van de wensen die mensen uiten, waar je met het ontwerp uiteindelijk de nadruk op gaat. Er is ook zo'n voetoversteekplaats, dat je niet daar de vorm gegeven is en ook niet in de vorm zoals het zou moeten zijn bij deze snelheid. En op welke plek potentie volgende toevoegingen en vormgeving, zodat je wel verdient. Dankjewel. Ik merk dat er ontzettend veel leeft, ontzettend veel vragen zijn. We hebben bewust gezegd, doe niet alles plenair, ook echt één op één, waarbij u dus op dat soort vragen die er net kwamen nog wat dieper persoonlijk in kunt gaan. En er zijn verschillende manieren voor, die ga ik zo aangeven. Ik zag volgens mij daar achteraan, heb ik nog een meneer heel de tijd met zijn hand omhoog gezien. Nee?
Zien jullie geen hand meer? Nou, dat is, dan wil ik hier... Ja, die meneer heb ik een aantal keer met zijn hand omhoog gezien. En dan gaan we naar de... Ja. We hebben hier een uitgebreide discussie over landbouwvoertuigen. Die straks wel 25 kilometer blijven of gaan rijden of nog wel harder. Maar daar is een plaats op de hoeveelheid tonnen deze auto's of deze vrachtvervoer met zich meebrengt. In deze tijd van de oogst zie je dus dat de vrachtwagens en tractoren door de straat rijden. Zoveel gedenken dat we ons ervoor geven scheuren. Ja. Ik heb net een leuke anekdote, maar gisteren is een schilderijtje van hem gevallen door de trailer van de vrachtwagen die voorbij kwam. Dus je kunt zich voorstellen wat dat doet met de straat. En wat het met oude huizen doet, maar ja. Dat wel plezier wonen. Ja. Aandacht voor snelheid, ja. Oké, okay. Ja. Maar wel aandacht voor een aantal tonnen toelaatbaarheid, trillingen, ja. Is dat iets wat, dank u wel, is dat iets wat ook in een ontwerp, ik heb geen idee, mogelijk is? Kun je daar oplossingen zonder, jij zegt net inderdaad, we gaan geen oplossingen aandragen, maar zijn dat wel dingen die überhaupt mogelijk zijn voordat we verkeerde verwachtingen wekken hier in de zaal? Vind ik wel belangrijk om even te benoemen. Wij kunnen dat ontwerp technisch niet op sturen. Wij kunnen alleen maar de handhaving vragen om daarop te gaan toezien. Ook die landbouwvoertuigen hebben een maximaal toelaatbaar gewicht. Alleen als mensen zich daar niet aan houden, kunnen wij ons ontwerp daar niet op aanpassen. En die trillingen, heeft dat ook nog, ik hoor het gewicht. Zijn er nog andere zaken die daar in meespelen, waar je zegt, nou, in een ontwerp zou dat eventueel nog wel iets zijn om het over te hebben? Hè, de tophoesters in de list, want ik snap, ik zou ook niet blij zijn als het mijn huis was. Ja, dan zit je tegen twee gedachten aan te hikken. Ja. Aan de ene kant wil je snelheidsremmende maatregelen wellicht plateaus maken. Ja. Aan de andere kant gaan die weer heel veel trillingsoverlast geven. Dus dan ga je botsen. Dat wordt een lastig dingetje. Dus het blijkt wel dat we een leuke puzzel te doen hebben. Het is misschien niet het antwoord waar u op hoopte, maar het is wel een eerlijk antwoord. Ik kom zo. Gaan wij naar het primaire gedeelte. Ik zie nog wat meer handen. Ik wil u vragen, de mensen die nu opnieuw nog de hand in de lucht steken, om in het individuele gedeelte uw vraag nog te stellen. Of zegt u nou, ik wil echt, dit is iets dat zo, dat ik ook toch nog even plenair wil staan voor ruimte. Ik zie u zo. Laatste. Nou, op dit moment zijn die betonblokken. En aan het eerste gedeelte, als je het dorp inkomt, auto's willen heel snel er voorbij. Dus ja. Die gaan dus al over het fietspad, voordat ze überhaupt de bentweg opkomen. Kinderen lopen daar, kinderen fietsen daar. Hoe vaak je wel niet gewoon bijna ongeluk hebben, omdat die gewoon daar al er langs willen, om niet te willen wachten. Het zorgt voor heel veel onveiligheid. Snap ik. Heel veel veiligheid. Zijn dat ook zaken in een ontwerp waar je nog eens over kunt nadenken met elkaar, hoe je dat soort zorgen ontwerptechnisch zou kunnen oplossen? Dit fenomeen heb ik vanavond toen ik deze wat in de reo zelf gezien en ervaren. Ja. Dus daar moet er zeker rekening mee houden en nog een beetje. Ja. Ah, dus echt. Mooi. Ik stel voor, gezien de tijd die we hebben, dat we ook individueel met u in gesprek worden. Sommige mensen al best lang stilstaan. Dat we even kijken, jij wil nog één ding zeggen. Ja, nog twee vragen die hangen. Er was één vraag over de riolering, maar het volledige rioolstelsel gaan we vervangen. Dus zowel het vuilwater wat er al ligt, en er komt een nieuw schoonwaterriool naast. Dus het wordt allebei vervangen, 100%. We gaan ook proberen eventuele wateroverlast zoveel mogelijk terug te dringen. En er was ook nog een vraag over de enquêtes. Ja. Die gaan wij niet weggooien, die gaan we gebruiken. Maar die zijn bijna 5 jaar geleden. Dus we willen nu gewoon alle bewoners opnieuw de kans geven om meer input te geven. Dan gaan ze zeker ook nog erop naslaan. Absoluut. Die input wordt nog gebruikt. En we hebben in de voorbespreking, dat is ook goed om deze meneer nog te antwoorden, heb ik ook de vraag gesteld. En dan komen we een mooi bruggetje tegen naar de planning. Wat gaan we nou doen met die input? Hoe doe je dat? En met welke timing? Want u zit hier om een mening te geven. Maar sommige mensen zeggen, nou, ik wil wel wat meer doen dan mijn mening geven. Ik wil een klankbordgroep. Of ik wil een ontwerp nog eens beoordelen. Is gezegd, de planning vanavond hebben wij de eerste avond. Mensen die geven hun mening aan dat bouwteam. Hun ideeën, we zorgen straks voor tafels ook nog staan waar u allemaal terecht kunt.
Die ideeën worden opgehaald. Dat doen we hier. Dat doen we met een ideeënbus. Daar kunt u ook nog suggesties in doen. Er is een bouwapp. Dus voor de mensen die de streaming terugkijken en zeggen ik wil even online berichten, dat vindt u makkelijk met een QR-code. Uw ideeën weergeven gaan we straks allemaal laten zien. Dat wordt allemaal opgehaald vanavond. Maar dan is het zo dat er een tweede sessie komt met inwoners. Maar die komt er niet voordat er een klankbordgroep bij elkaar is geweest. En daar zoeken jullie, heb ik begrepen, inwoners. En niet zomaar inwoners, maar inwoners die wel op bepaalde data kunnen. Wat zijn deze data? Bereid zijn daar een deel of een avond of een deel van de avond aan te besteden. Zo heb ik het van jullie begrepen. Ja, 's avonds. En ook het brede plaatje te zien. Dus niet alleen de eigen achtertuin, maar de veiligheid van verkeer. In Winterwoord of als het over verkeer gaat, niet alleen de kinderen, maar ook de fietsers en de ouderen. Dus daar zijn we, komen zo op terug, wel wat verzoeken voor. Maar heel belangrijk, als u zegt na vanavond, of misschien heeft u vanuit uw vak, dat u zegt, nou, ik heb daar wel over ontwerp, zo, wel bepaalde ideeën. Meld u aan. En het liefst zo divers mogelijk. Ik kijk, Dasha, waar ben je, Dasha, even aan? We hebben volgens mij een dorpsraad. Wat voor mensen die al actief betrokken zijn, hebben we nog meer die we eigenlijk ook hier nog bij willen trekken. Maar de mensen die sowieso in de klankbordgroep komen te zitten, zijn inderdaad een vertegenwoordiger van de dorpsraad Winterwoord en van leefbaarheid Winterwoord. Daarnaast willen we nog 10 inwoners in die klankbordgroep hebben, waarvan 6 aanwonend aan de Steenbergseweg en 4 uit de rest van het dorp. En natuurlijk hebben de aanwonenden van de Steenbergseweg nog een heel eigen belang. Dus vandaar dat zij wat dat betreft ook natuurlijk de meeste vertegenwoordiging krijgen in die groep. Daarbij gaan we wel uit van een zekere spreiding over de weg. En wat heel belangrijk is, dat ook een stukje motivatie van waarom wil ik nou in klankbordgroep zitten. Dat je dat ook hoort je goed. Ja. Mooi, dus denk er even over na en denk je daar wordt warm van. Wanneer je daar wat op wil zeggen, mag dat zo? Ja, dat mag. Ja? Nou, dan is het zaak om te zorgen dat u er nu bij betrokken wordt bij deze. Schrijf wel een mooie aandacht formuleren. Daar kan ik niks aan doen, maar ik begrijp dat dat natuurlijk niet netjes is. En dat is ook wat we hier hebben gezegd. Er is in het verleden echt niet alles goed gegaan. Maar het is de bouwteam wel aangelegen om dat, en dan mag u ze ook op aanspreken, juist nu wel zo goed mogelijk te doen. Dus u te betrekken. En als u zich aanmeldt, dat kan vanavond met aanmeldformulieren die jullie straks klaar gaan leggen. Voor die klankbordgroep, dus doe dat zeker. Dan komt u met die klankbordgroep, dan gaan we straks even naar de planning, tussendoor bij elkaar. Om de ideeën die vanavond zijn geopperd, is met elkaar te inventariseren. Zeg ik dat zo goed, Gokert? Misschien kun jij wat extra toelichting geven over hoe dat dan gaat. We hebben dan een klankbordgroep en dan? Nou, we gaan natuurlijk eerst vanavond en morgen en de rest van de week gaan we inventariseren wat we vanavond allemaal ophalen. Alle ideeën, alle wensen gaan we in kaart brengen. En daar is waarschijnlijk een rode draad in te zien. Maar er zal heel veel gaan over verkeersveiligheid. Parkeren heb ik al een aantal keren gehoord. Dat zijn thema's die moeten dan terug gaan komen in ons ontwerp. Dan hebben wij dat straks opgesteld. Dan komen we met de klankbordgroep bij elkaar. En dan gaan we kijken waar gaan we nou de nadruk op leggen. Wat is voor dat stuk van de klankbordgroep belangrijk? Wat is voor de rest van de omgeving belangrijk? En dan gaan we proberen op die manier gaan we twee ontwerpen maken. Twee ontwerpen? Oké. En die gaan wij dan de tweede participatieavond gaan we die presenteren. En dan gaan we kijken welke variant heeft de meeste stemmen, de meeste voorkeuren. En die gaan we maken. Die gaan we maken. En dan komt er ook nog een bereikbaarheid. Ja. Op het moment dat we weten wat we moeten gaan maken, kunnen we ook gaan kijken hoe kunnen we nou tijdens de werkzaamheden iedereen bereikbaar houden, iedereen veilig houden en zorgen dat iedereen kan komen waar hij moet zijn. Dus dat volgt pas na. Dat kunnen we nu nog mensen zeggen. En ik vroeg aan jou van hoe ziet het er dan uit in de tijd? Hè? Dat kon je wel ongeveer zeggen. Ja. Maar dat ligt dus ook aan welke reacties er binnenkomen, of er nog wijzigingen op het ontwerp, of dat veel of weinig werk is. Verwoord ik dat zo goed? Misschien even naar jou, Chris, ja, wat timing? Dat verwoord je goed. De tweede participatieavond is in week 3 volgend jaar gepland. En dan hebben we 2 ontwerpen.
En dan volgersontwerpen. En dan gaan we daarna met z'n allen welke twee van welke we gaan kiezen. En dan maken we een bereikbare sessie. En dat zal medio februari zijn. Gaan we die uitwerken? Ja, daar, ja. Ik zou Kees meneer eerst dan komen bij u. Je streeft dan september 25, daar wil je op beginnen. Dan zou je, kan je een beetje zeggen van wanneer zijn we klaar? Februari 26 of zo? Ik denk dat we daar ongeveer anderhalf jaar werken. Anderhalf jaar? Ja. Ongeveer. Als je hem helemaal vierkant afsluit, kunnen we sneller. Maar dat zal de bedoeling niet zijn. Nee. Okay. Dus op het moment dat je alles bereikbaar moet houden, kun je maar een klein stukje van het gebied kun je werken. En ja, de rest is dan verkeerd. En daar ga ik langer over doen. Maar is ook iets wat je dan in die sessies natuurlijk moet bespreken. Hoe ga je dat plannen? En, ja. En welke variant komt eruit? Ja. Er zijn zoveel scenario's denkbaar. Ja, daar kun je eigenlijk niks van zeggen. Een beetje koffie kijken nog, maar een doorkijker is het. U had een vraag. Ik heb even een vraag over die twee ontwerpvarianten, want het kan ook best wel zijn dat in allebei van die varianten iets goed staat. Maar u zegt net van we kiezen de één, maar ik ga ervan uit dat ook goede ideeën misschien samenkomen en dat er dan een nieuw ontwerp uitkomt. We hopen eigenlijk dat in de klankbordsessies dat die twee varianten tot één beste variant gaat komen. Die nemen we dan uiteindelijk ook mee. Antwoord als een vraag? Ja. Kijken of het zoveel mogelijk mee kan, of de bouwteam het zoveel mogelijk mee kan doen. Dat wat betreft de planning. Dan ga ik eens even kijken of we nu alles voor het eerste gedeelte gehad hebben wat we met u willen delen. Moet ik toch even achterom kijken naar de sheet. Kijk jou even aan, Charlotte. Ja, dit is nog een manier om, als u tussendoor nog iets te binnen schiet, om in de ideeënbus, kunt u hier nu hier vanavond staat, nog ideeën doen. Dat geldt ook voor ideeën die misschien niet met het onderwerp van participatie te maken hebben voor de Steenbergseweg. Maar wel waarvan u zegt, nou, ik heb Dasha niet gesproken bij de tafel met suggesties of klachten. Ik wil nog wat kwijt, mag ook in die ideeënbus. En dan is het aan het bouwteam om aan u terug te koppelen wat daarmee gedaan kan worden. De formulieren voor de klankbordgroep, daarvoor bedachten wij bij aankomst van, we moeten zorgen dat die niet zoek raken. Heeft u die nou ingevuld om te voorkomen dat die gaan zwerven? Doe ze ook maar gewoon in die ideeënbus. Dan weten we zeker dat hier op deze locatie niks achterblijft aan de bar. En we hebben dus de bouwapp. U kunt ook mailen naar herinrichting Steenbergseweg, gemeentesteenbergen.nl. Dus ook voor de mensen die de streaming terugkijken bij de SLOS. Denkt u van verrek, ik kijk dat nu 3 weken later en er schiet me nog iets te binnen. Op die ideeën, want misschien is dat wel een aanvulling op iets wat de klankbordgroep had bedacht. Of de mensen hier vanavond aanwezig. Dan kijk ik jullie eens even aan. Zijn we nog iets vergeten aan te stippen? Voordat ik doorga naar wat we zo meteen gaan doen, namelijk een rondje in de zaal. Waarbij jullie achter een tafel staan en tegen de mensen zeggen, kom maar, ik ga zo de onderwerpen even laten zien. Die onderwerp van gesprek zijn, ben ik nog iets vergeten? Heren en dames van het bouwteam of meneer de wethouder. Iets belangrijks, want je zegt, nou, moet mensen nog even meegeven. Nou, blijf stil, dus dan neem ik aan dat we alles hebben behandeld. Vragen komen mensen vanzelf bij jullie terecht. We gaan nu even kort pauzeren en deze ruimte een klein beetje ombouwen. Het is nu ongeveer 8:00. We hebben nog zo'n 30 minuten om eens op individuele basis met elkaar in gesprek te gaan.
5 gaan wij beginnen voor de mensen die net binnenkomen. We hebben een beperkt aantal zitplaatsen, dus bewust gedaan omdat we in plaats van tegen u praten, vooral met u willen praten, dus gaan rondlopen. Bent u nou een slechte been of ziet u iemand die hier graag wil zitten? Dan doe ik een beroep op uw bloedschap om even met elkaar te kijken van wie er echt moet zitten, dat daar een zitplekje voor is. Bent u slechte been? Dan gaan we ervoor zorgen dat u zeker even kunt zitten. Als u jong en fris, dan wil ik u vragen even te blijven staan. Dank u wel. Thank you.
Participatie in uw gemeente en in Dinteroord te vertellen valt, zodat ik weet wat er bij u leeft. Maar ik weet natuurlijk ook wat de gemeente graag in een projectontwikkelaar en KWS graag zou, willen vertellen. Mijn insteek is om dat gesprek te faciliteren. Dat is ook de reden dat er wat beperkte stoeltjes zijn vanavond. We gaan een kort deel van deze avond zenden. Dat betekent dat ik heb wat sheets gemaakt samen met de mensen die betrokken zijn over het onderwerp. En ik ga de mensen die daarbij betrokken zijn, goedenavond, eens aan de tand voelen over de context. Wat betekent dat nou? We hebben het over waar. Maar vervolgens bent u aan zet om, zoals dat zo mooi plenair heet, ook uw vragen erover te stellen. Ik wil u vragen om dat te doen aan het einde van het eerste gedeelte. Nadat we het gesprek hebben gevoerd en als u dan zegt ik heb bepaalde dingen nog niet gehoord, gaan we daar eens even het over uitzoeken hoe dat zit. Daarnaast is het tweede gedeelte van deze avond misschien nog wel het belangrijkste gericht op het persoonlijke gesprek. Dus nadat we plenair hebben gekeken, waar hebben we het over, welk gebied, wat zijn keuzes die gemaakt zijn en heel belangrijk, waar heeft u nou van gesprek? Participeren, wat zijn verwachtingen? Zoals dat besproken is, is er individuele basis aan verschillende tafels, dat ga ik nog toelichten, de mogelijkheid om over bepaalde thema's uw mening en input te geven en vragen te stellen. Zo is de avond opgebouwd. Ik kom zo nog even bij de sheet van het programma. Maar wat denk ik het belangrijkste is, als we het vanavond over die Steenbergse weg gaan hebben. Waar heeft u nou invloed op? En waar mag u nou wat van vinden? En met welke verwachtingen doen we dat? Want ik kan me voorstellen, ik heb me een beetje verdiept in Dinteroord. En ik zag dat er misschien ook wel eens avonden zijn geweest waar u heeft deelgenomen. Dat u dacht, nou, ik had iets heel anders verwacht. Of waar mag ik nou eigenlijk wat van vinden? De gemeente en KWS heeft gezegd, we willen het met dit project gewoon goed doen. We willen in gesprek. Maar we willen heel duidelijk stellen waar dat gesprek dan over gaat, binnen welke kaders, op welke manier en welk proces. En dat gaan we in het begin van deze avond proberen goed aan u toe te lichten. Ik ga mensen erover bevragen en als het nu duidelijk is, stel ook aan het einde van dat gedeelte uw vragen. Dan ga ik eens even kijken. Ja, participatiekaders, goedenavond, planning van het proces. Ja, in de voorgesprekken kwam al naar voren dat dat heel belangrijk is. Want je moet natuurlijk wel weten
ja, waar mag ik dan wat van vinden? En hoe zit dat in de tijd? En dan wil ik even vragen of de volgende sheet kan worden getoond. Mag je even door? Die ga ik zo doen. Ja, dankjewel. Er zijn een aantal mensen betrokken bij het project. Doe er nog maar eentje verder. Maar maak even een sprongetje. Want het project waar het over gaat, dat is dit mooie kaartje. Uitgetekend door deze mensen. En die hebben gezegd, ja, de Steenbergseweg in Dinteroord, dat behelst dit gebied. En aan mij is uitgelegd waar dat dan over gaat. Dat eruit mag zien, materialen zijn waar we het over gaan hebben. Ik ga aan die mensen van dat bouwteam daar zo over vragen. Maar misschien is het goed, mag je naar de vorige zien, ja, om ze eens even aan u voor te stellen. Want er zijn best wel mensen bij betrokken. Helemaal bij zo'n avond, zeg ik, zorg dat er niet te veel mensen van de gemeente zijn. Het moet vooral om de inwoners gaan. Maar in dit geval is het denk ik belangrijk dat u weet, wie kan ik aanspreken, wie is er bij betrokken. Dat u ook de gezichten kent achter de mensen die hard aan dit project werken. Ik ga ze even aan u voorstellen. We hebben Godert Overwiel, projectleider gemeente Steenbergen. Godert, we zagen net het tekeningetje. Waar hou jij je mee bezig bij gemeente Steenbergen als het gaat om dit project? Ik ben algemeen projectleider van dit project en ik ga eigenlijk over alles. En dat tekeningetje, dat kwam volgens mij van jouw hand wat we net zagen. Mogen mensen vanavond overal wat van vinden? Of heb je dat met een bepaalde bedoeling gemaakt? Ja, die blauwe lijn die op die tekening te zien was, dat zijn de contouren van ons project. Dus alles daarbinnen is bespreekbaar, mits we aan de participatiekaders gaan. Participatiekaders komen zo. Dus dat is wel goed om te weten, hè? Dan ga ik zo even bij jou terugkomen, om me dat te herinneren. Hebben we Godert gezien? Robin is op vakantie, die gaat u nog zien. Die heeft in de zomer nog hard gewerkt, ook om deze avond voor te bereiden. Dasha, waar ben je? Dasha, oh kijk, achter mij, ja. U kent haar waarschijnlijk wel van de participatie hier in de omgeving. Misschien leuk om mensen die nog niet kennen, om je even voor te stellen. Nou, ik ben dus inderdaad Dasha Bresch, adviseur kerngericht werken en participatie heet het officieel, maar kerncoördinator is wat pakkender. Ik heb vooral heel veel overleg ook met de dorpsraad Dinteroord en ik sluit regelmatig aan bij Leefbaarheid Dinteroord. Maar ik ben eigenlijk een beetje de schakel tussen de inwoners en de gemeente voor iedereen, dus ook voor u. Dus, en ik mag vanavond ook een klein rolletje, maar ik weet dat het groot is voor alles. Dus, Ja. Nou, voor jou de rol bedacht. Als er straks vragen zijn uit de zaal, met jouw journalistieke ervaring als razende reporter met de microfoon, dan wist je nog net een microfoon rond te rennen, zodat we iedereen goed kunnen horen. En het tweede gedeelte van vanavond hebben we, heb ik gezegd, diverse tafels waarbij u kunt kijken. Waar hebben we nou over uw mening kunt geven? Maar we hebben ook één aparte tafel waar u gewoon terecht kunt als u eens wat kwijt wil, wat misschien niet over dit project gaat, maar was dan niet denkt, de gemeente of KWS, je bent er nu. Ik wil eens even nader ergens of een afspraak maken of in gesprek over een ander onderwerp. Want dan is op dit soort avonden ook altijd fijn om ook nog eens misschien wat dingen aan te kaarten die we niet hier plenair gaan doen, maar waarvan het wel handig is om aan de gemeente te vragen wat gebeurt daar nou mee. Hoe zit dat? Dat ze daar nog op terug kunnen komen. Dasha, dus daar komen de mensen bij jou voor terecht. Dan hebben we Chris Kolen. Ja. KWS. Ja. Vertel eens. Ja, wat doe jij? Ik ben projectleider bij KWS en wij gaan samen met de gemeente Steenberg en het bouwteam in richting van Steenbergseweg en Dinteroord uitvoeren. Hey, richting Steenberg zegt Dinteroord. Ik hoorde Godert net al zeggen, participatiekaders. Als jij het uit gaat voeren, heb je dan nu al zaken waarvan je zegt, nou, mensen let even op. Als jullie straks de tekening zien, dan zijn dit zaken om even in de gaten te houden. Waar ik rekening mee te houden heb als KWS. We zijn heel benieuwd naar de wensen van de bewoners hier, de participatievrijheid, wat het al zegt, het is nu nog vrijheid, dus we gaan kijken wat de wensen zijn en dan gaan we meenemen in een ontwerp en dan hopen we dat het maakbaar is, het ontwerp veilig is en dat het dan binnen budget kan en binnen de planning. Okay.
Dus er zijn wel enkele dingen, budget en planning, daar ga ik straks nog op terugkomen. Jarno, dus jouw collega, Jarno de Jong. Ja, Jarno de Jong, ontwerpleider binnen het BART-team. En mijn mooie taak om straks vanuit een eisenpakket, maar ook jullie wensen zeer zeker, een mooi ontwerp te zetten met het ontwerpteam. En voor, even voor de duidelijkheid, als ontwerper, je hebt nog geen ontwerp gemaakt, hè Jarno? Oké, dat is heel goed om te weten. Dus bij deze, daar gaan we nog samen aan werken, hè? Daarvoor zijn we. Oké. Heel duidelijk, heel belangrijk. Charlotte, volgens mij klikte jij, dankjewel, de sheets voor mij door. Hoi, Charlotte Nooyen, Heerlijk Manager op de KWS. En ja, ik kom er hier met z'n allen een mooie samenwerking in gaan zetten. Dus dat gaan we doen in een mooie samenwerking, zoals dat met mijn collega's is. En ontwerp of omgevingsmanager, dat is ook dat jij helpt in beeld te brengen, samen denk ook met Dasha, wel niet alleen welke belangen spelen, wat vinden mensen belangrijk, maar ook wat zijn factoren in de omgeving om rekening mee te houden. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Oké. Okay. Dus dan geef ik alvast een doorkijkje. Als we uiteindelijk over een hele tijd naar de uitvoering gaan, dan heb jij ook heel veel contact met inwoners, bijvoorbeeld over bereikbaarheid en dat soort dingen. Moet ik dat zo zien als ze... Ja. Top, dan hebben we nog Pieter Jan, even kijken. Ja, helemaal achteraan. Ik kom naar jou toe. Ja, jij bent hier om de sheets te laten zien. Zijn we even uit beeld? Dan ga ik zo nog toelichten. Ja, vooral voor de mensen die achterin staan. Hier is gewoon een schermpje. En dan is dat alles goed zichtbaar. Ik ben Pieter Jan Vino, werkvoorbereider, projectbegeleider bij KWS. Werkvoorbereider, projectbegeleider. Heb je al wat moeten voorbereiden voor dit project? Of is het, ligt het nog allemaal... Alles ligt nog open. Dus, Dat staat bij deze ook op beeld vast. Dat het open ligt. Dank u wel. Ja. Ja. En dat ben ik vergeten toe te lichten. Want we zien hier een camera van de SLOS die het streamt voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn. Of die het eens terug willen kijken. Als u nou, die filmt ook van achteren. Maar als u nou zegt, ik wil pertinent niet in beeld. Is mij ook gevraagd om dan ook even straks... wat verder naar achter plaats te nemen. Dan weet u zeker, u bent er vanaf de rug in beeld, maar dat u niet in beeld bent. Belangrijke huishoudelijke mededeling. Ja, jullie zijn in beeld. En bij het hele project zien we in beeld. Vooral bij deze mensen. Dat moeten jullie goed aan kunnen spreken, helaas. Even terugdenken naar het kaartje, Charlotte. Yes. Participatiekaders, projectgebied. Wat ik weet, Godert, is het is de Steenbergseweg in Winteroord en het blauwe kaartje is het projectgebied. Ik vind het denk ik toch wel belangrijk. Ik had als eerste de vraag toen jij zei participatiekaders, dacht ik, ja, wat is dat dan? Waar moet ik dan rekening mee houden? Dat zijn de vrijheden die overblijven na de dingen die we moeten. We moeten bijvoorbeeld het bezwaar hebben tegen de woningen die direct aan de staatsgrens, dus die geen voortuin hebben. Er is dus geen discussie over mogelijk. We moeten tot daar. Oké. Want we moeten daar ook onze koude glijdingen kwijt. Dat is een must-have. Dan hebben we ook nog bepaalde breedtes, want er gaat een behoorlijke hoeveelheid verkeer gaat over de Steenbergseweg. Daar heb je een bepaalde breedte voor nodig. Hoe dat er in de praktijk straks uitkomt te zien, of dat links komt of rechts komt of in het midden, dat is nog niet besproken. Maar we hebben wel een bepaalde breedte nodig. Is dat een vaste breedte? Ja, dat is een breedte die je staat tussen de 5,80 meter en de 6,50 meter zijn. Ja. Variabel. Werken we met een middenberm, ziet dat er anders uit. Werken we met twee aan één gesloten rijbanen, twee richtingen, dan is dit. En dat heeft ook te maken met hulpdiensten die eventueel door moeten kunnen. De landbouwverkeer gaat hiermee te maken, dat is natuurlijk heel groot. Vanuit de... het college is er ooit aangegeven dat we minimaal streven naar 10% meer groen in de wijken, daar waar dat kan. Ik kom even een stukje naar voren, ik zie mensen inderdaad daar een beetje... Ja, dat is goed. Dan hebben we ook nog parkeervakken, die moeten 2 meter breed zijn. En we kunnen alleen maar parkeren in de lengterichting van het verkeer, dus niet haaks parkeren of schuin parkeren. Waarom is dat? Sorry? Dat heeft te maken met de verkeersintensiteit en de veiligheid. Als je schuin parkeert of haaks parkeert, moet je achteruit terugdraaien, dan
En dan geeft dat te veel verstoring in het verkeer, waardoor je onveiligheden creëert. Ja, dat is hem eigenlijk een beetje. En daarnaast ligt alles nog open. Dus gaan we middenberm, geen middenberm, links de rijbaan, rechts de rijbaan. Alles is nog bespreekbaar. Groen? Zag ik net een... Oké. Hey, en ik las ook iets, ik heb natuurlijk een beetje ingelezen. Ik heb gelezen over, en dan kom ik bij degene die ik ben vergeten voor te stellen. De wethouder, Maurice Remery, excuses. Want er zijn natuurlijk ook dingen die volgens mij, vanuit de raad misschien al vast liggen. Of, want ik las bijvoorbeeld, waarom maak je er geen... geen rondweg van en waarom geen betonblokken? Volgens mij is dat niet aan de goden, heb ik begrepen. Maar zijn er bepaalde politieke besluiten die daar aan ten grondslag liggen? Ik ben een leek, verwoord ik dat goed? Nou, het is zo, de rondweg of de randweg, dat is weer een andere discussie. Dat heeft te maken met het ontwikkelplan waar jullie ook allemaal bij betrokken zijn, onlangs. Waar binnenkort, dat is volgende maand al, de publicatie zal zijn waar de raad over gaat praten. En dan heb je, kijk, een ontwikkelplan, daar kun je op een gegeven moment aangeven waar je in de toekomst een rondweg of een randweg wil gaan bouwen. Want dan moet je eerst weten hoe je alles gaat settelen en dan kun je die weg ook bepalen. Maar goed, kijk, we hebben eigenlijk, de Steenbergse weg is eigenlijk al heel lang een kwestie van onveiligheid voor fietsers, voor voetgangers, voor auto's en dergelijke, met name voor het langzaam verkeer. En dat is eigenlijk al heel lang, 20 jaar is haar, misschien wel langere vraag, om daar iets voor te doen. Daarnaast is er ook nog een kwestie natuurlijk van onderhoud, hè, dat er een bepaald deel heel slecht op onderhoud zijn, dus die ook opgepakt moet worden. Plus het feit van de wens vanuit Dinteroord om een aantrekkelijke straat te maken, waar het op een gegeven moment ook verblijven is, waar je op een gegeven moment een verlichting hebt, waar je op een gegeven moment groen hebt, waar het ook aantrekkelijker wordt, en dat je gewoon een fatsoenlijke, een mooie entree hebt vanuit Dinteroord en Dinteroord in. Dat zijn de aspecten en dat kunnen we niet uitstellen, want dat hebben we als raad wel inderdaad besloten, om op een gegeven moment dat niet meer te blijven uitstellen, maar op een gegeven moment een beslissing te maken, of losgekoppeld van de randweg en het ontwikkelplan, om op een gegeven moment, wat ja, kijk, op een gegeven moment dat allemaal rond is bij 10, 20 jaar, 30 of 40 jaar verder, en zo lang kan de Steenbergseweg echt niet wachten, dus je moet gewoon op een gegeven moment met de reconstructie aan de slag gaan. Dus dat is, want dat vroeg ik me af, van zijn dat dan twee verschillende dingen? We gaan nu aan de slag dus met die Steenbergse weg. En wat er dan verder in de toekomst nog, er speelt dus nog iets naast. En dat is dat ontwikkelplan. Maar dat, begrijp ik het dan goed dat dat niet het onderwerp van gesprek is vanavond, maar echt puur de inrichting van die Steenbergse weg. Ja, op dit moment is het puur de reconstructie van de Steenbergse weg. En daar hopen wij u mee te kunnen, ja, dat u erbij betrokken bent, om dat idee aan te geven van hoe kunnen we dat beste doen. Qua goede inrichting, qua groen, maar ook qua veiligheid en qua indeling, middenberm, tussenberm en dergelijke. Dat we gewoon op een gegeven moment tot een compromis komen met z'n allen. Wij zeggen, nou, dat is een leefbare weg, een goede weg, waar we gewoon de komende decennia gewoon op een gegeven moment goed mee overleg kunnen als het in dit woord zelf. Dus dan komen we eigenlijk wel weer terug op het doel van de avond. Hè, toen ik bij jullie binnen stapte, samen kijken hoe je die weg toegankelijk, veilig en op een manier kunt inrichten dat de omgeving denkt, daar kan ik mee uit de voeten. Oké, gaan we aan de slag. Ik kom zo, want ik heb nog een aantal vragen, maar ik ben nog wat vergeten. Namelijk eens even peilen hoe de mensen er hierbij zitten vandaag. Dus je mag weer even terug naar die thermometer die ik eigenlijk in het begin had. We gaan nu niet al uitgebreid in gesprek. Maar u zit hier wel allemaal met uw eigen mening, ervaring. Ik heb vaak zoiets bij dit soort avonden. Nou, kom maar op, het zal mij benieuwen. Ik zal toch al niks meer mogen vinden of ze hebben het toch al besloten. Kan, mag allemaal. Misschien zegt u, ik laat me verrassen. Of heeft u al hele goede ideeën? Dat kan, hè. Ik ga eens luisteren. Dus ik wil eigenlijk eens even meten hier in de zaal. De thermometer insteken, hoe die vlag erbij hangt. En misschien moet Dasha me zo even assisteren. Maar wie zegt nou, ik heb wel een trefwoord dat ik kwijt wil. We gaan u nog niet vragen stellen, maar roep maar eens. Want het is voor die mensen hier een teken van, hé, daar moet ik goed aandacht aan besteden. Of nou, dat is een heet hangijzer. Hoge snelheid, hoor ik hier, ja. Hoge snelheid. Er wordt veel te hard gereden en op het moment dat je er helemaal niet van nog steeds erger vindt. Dat houdt u bezig. Ja. Dat is eigenlijk waar de meeste last van hebben. Dus niet echt niet normaal. De meeste last van. Heeft u ook ideeën dat u zegt, nou, dan ga ik vanavond eens mee. Ja? Dan gaan we aan beginnen. Dan gaan we, heel goed, ideeën hoe de snelheid te beperken. Perfect.
Nog iemand, roept u maar. De blokken op de Steenbuizen, waar moeten we? En dat moet de kamers vinden in plaats. Oké, dus dat zijn ideeën die u heeft. Ja. Nog een gevoel of idee dat de spel zag die mevrouw achter u riep was? Kom ik even bij u, zegt ze? Het parkeerprobleem. Het parkeerprobleem, daar bent u nieuwsgierig naar. Ja. Of heeft u daar ideeën voor? Nou, ik heb geen ideeën, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Heel goed. Je bent bang om je auto verhuisd te gaan, want je hebt nergens geen plek meer. Nou, een mooi haakje voor de mensen van KW van het Bouty. Om eens te kijken of we daar ook wat over kunnen vertellen en ideeën kunnen ophalen vandaag. Hoe staat de vlag er verder bij? Met welke gevoel staat u hier? Heeft u er een beetje vertrouwen in eigenlijk? Ik ben ook wel benieuwd naar. Ik ben benieuwd wat er met informatieavonden en de enquête gebeurt. Want ik heb nu het begin het idee dat we weer helemaal vanzelf aan beginnen. En dat die informatieavonden en die enquête er over niks zijn geweest. Gaan wij zo bij u op terugkomen? Is het. Wat gebeurt er allemaal? Dat wilt u ook vanavond goed horen en wat gaat er verder mee gebeuren? Ik vraag me of we volgend jaar niet weer hier zitten. Zitten, dat is uw, uw verwachting is, zit ik hier niet volgend jaar weer. Ook iets om goed te onthouden, zo even om terug te komen, beste mensen. Nog iets waarvan u zegt, nou, het zal mij benieuwen of, nou, ik heb er wel zin in vanavond, dat kan ook, ik heb allemaal ideeën. Of nou, ik heb eerder iets verteld en heb ik nog niet teruggezien. Ja? Doet hij het al? Ja. Hij doet het, ja. Ik was benieuwd hoe het verkeer gaat lopen tijdens de werkzaamheden. En ik heb nog één ding niet gehoord wat ook belangrijk is over die weg, is de riolering. Riolering, ja. Ja, daar had ik ook een vraag over, maar ik onthoud hem even, dat we daar zo even op terugkomen. En volgens mij voel ik al een aardig bruggetje aankomen naar een vragenrondje, want ik had inderdaad ook nog een aantal vragen hier aan deze beste mensen. Nog een houding of een gevoel wat u wilt uiten. Ja, ik zie weer aan de hand. Zegt u het eens. Verzonnelijke voetpaden langs de Steenbuizenweg. Want nu staan ze meestal vol maar tussen. Voetpaden die vol staan. Auto's zullen mij benieuwen. Nou, onthoud hem even. Nog meer? Hier achteraan nog mensen? Nee? Nou, dan stel ik voor. Ja, veiligheid voor de fietsers. Er zijn veel kinderen die naar school gaan, die langs de Steenbergsweg het dorp in en uit te rijden. Fietsstuk heb ik niet gezien. Ja, je bent erg benieuwd naar veiligheid voor fietsers. Ja. Heb je mooi daar? Ja. Ja. Oversteekplaats. Nou, ze worden echt als gekken gereden. De kinderen kunnen er niet eens oversteken en ik zit met mijn hart vast op de bank. Ja, u houdt uw hart vast. Ja, het is niet normaal. Okay. Ze remmen niet af, ze rijden door. Het kind kan niet eens de schoenen oversteken. Nee, ik zie mensen knikken. Ja. Ja, ik hoor veel zorgen. Ook veel mensen nou benieuwd hoe het gaat met even samengevat verkeersveiligheid. Veiligheid voor fietsers, voor voetgangers. Trottoirs, riolering. Nou, aan ons om die vraag vanavond goed te beantwoorden. Maar ook het tweede gedeelte van de avond. Als u zelf zegt, nou daar heb ik wel ideeën over of daar wil ik wel eens mee in gesprek. Gebruik het tweede deel van de avond ook om daar persoonlijk over in gesprek te gaan. Maar we hebben nog even tijd, dus je mag inderdaad even doorklikken naar beneden. Dankjewel, dat zijn de projectscope, heet het dan. Hebben de kaders, parkeren, dat hebben we gehad. Ga straks naar de planning, want even samenvattend, jullie nemen die opmerkingen in jullie uitleg, want ik heb ze ook nog wel vragen, komen we zo aan het einde even op terug. Heel goed. Om op uw vraag terug te komen, wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Nou, het is niet zo, heb ik begrepen, dat we hier vanavond een leuk idee ophalen en dan zeggen, was een fijne avond, goed gebrainstormd, bedankt. Ik heb begrepen, en dan mogen jullie bevestigen op camera, dat de gemeente en KWS, het bouwteam, dit echt beter wil doen. Dus heeft gezegd, als we ideeën op gaan halen, moeten we daar ook heel goed een planning aan hangen en steeds terugkoppelen. Wat doen we daarmee en op welk moment nemen we dat mee in het ontwerp? Mag ik nog even één ding vragen? Ja. Projectscope zegt 50 km per uur. Projectscope zegt 50 km per uur. Is dat onderhandelbaar of niet? Nee. Als dat niet onderhandelbaar is, dan heb ik het idee dat we een hele jarenlange discussie krijgen. We hebben het net gehoord over de snelheid. En
als we nu kijken, dan vinden we die 50 kilometer al te hard. Dus als dat een, zeg maar, een not issue is waar we wat over kunnen zeggen, kunt u ook niks aan doen, van de niet belasting. Dan wordt het een hele moeilijke discussie. Dat is hier wel duidelijk. Misschien goed om. Is dat een van die kaders, hè, waar, jij het, waar jullie het over hadden? Politieke. Er is in de raad ooit besloten dat het 50 kilometer moet blijven. Mede op aanvraag vanuit de omgeving om 30 kilometer te blijven. En voor mij in verband met de verkeerstoename die verwacht wordt in de komende jaren. Omdat niet er is te veel verkeer om de snelheid naar beneden te doen. Heeft ook te maken met de hulpdienst, heb ik begrepen. Die kunnen dan nu. Ik vraag nog even toelichting hier aan de, ook aan de politiek. Dus, nou, je hebt gewoon op een gegeven moment een bepaalde afwikkelsnelheid nodig om het veilig juist te houden. Lagere snelheden wil niet altijd zeggen dat het veiliger wordt. Dus je hebt op een gegeven moment, vanuit de zijstraat heb je een bepaalde aanstroom, waardoor je een bepaalde snelheid op de hoofdbaan nodig hebt om een goede afstroom te hebben en een goede doorstroom te hebben, dan wint het zelf. Dus daarom is gekozen, dat is gewoon verkeerstechnisch, is dat uitgerekend door onze verkeersafdeling, is het gewoon noodzakelijk dat er 50 kilometer is. Er is lange tijd gekeken naar 30 kilometer, alleen dat is eigenlijk in geen enkel scenario is dat hanteerbaar, ook omdat er nog huizen en inwoners bij komen. Dus op dit moment, toen is er de conclusie uitgekomen dat het 50 kilometer moet zijn. Kijk ik even hier de ontwerper aan. Heb jij dan voor deze mensen nog, of ben je nog benieuwd naar ideeën? Of ik ben geen ontwerper, hè, maar zijn er dan nog, ik snap die zorg heel goed, manieren om in je ontwerp bijvoorbeeld te zorgen dat mensen afremmen of dat het veiliger wordt? Ik zie mijn midden, ja. Dan moeten wij het ontwerp inderdaad gaan afstemmen. Wij zijn ook weer de wensen de buitenwereld die wonen aan de weg en zijn de beste ervaringsdeskundigen. Maar zijn er de richtlijnen, de ontwerprichtlijnen, die wij hanteren om het ontwerp op te zetten. En dat we samen niet komen tot een ontwerp dat hier het beste past. En wat ook die uitspraak van wij ervaren heel hoge rijsnelheden, dat we dat naar beneden brengen. En de vraag is niet zo dat er een Heel even wachten. Dit noemen we wel eens andere woorden voor, maar dat wij niet. Wat ik ga. Ja. Verkeersdrempels en verkeersoverlaten aan de kruising. Wat ik voorstel dat we doen, voordat ik naar de planning ga, was een gegeven. We hebben toch tijd ingeruimd om u uw vragen te laten stellen. En ik merk dat het zo een beetje overvloeit in wat vragen uit het publiek. En ik denk dat we daar ook de ruimte voor moeten geven. Maar kom dan een beetje in plaats van aan deze kant op. Dan zijn jullie en goed in beeld en kan iedereen zien. Ik proef inderdaad zorgen over de snelheid en de verkeersveiligheid. Dus ook vragen die ik jullie stel als ik daar nou woon. Welke invloed heb ik dan op die snelheid? Nou, jij zei al, ja, de wettelijke snelheid 50 kilometer niet. Ik hoor jou zeggen, met het ontwerp kunnen we nog kijken, hè, als mensen ideeën hebben. Zijn er nou verder nog dingen waarvan je zegt van, nou, denk daar eens over na, ondanks dat die pijn er is van, ja, we kunnen het niet anders maken, die snelheid, dingen over na te denken voor de mensen hier? Hey, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan meer groen, waardoor je andere zichtlijnen krijgt, waardoor de snelheid naar beneden gaat. Dat is ook dat is de mechanisatie om de snelheid naar beneden te krijgen. Dat zou kunnen, maar dat hangt puur af van het ontwerp wat straks gekozen gaat worden. Er zijn wel dingen om. Ja, maar we hebben natuurlijk nog geen ontwerp. Nee. Dat is een punt. We hebben geen ontwerp. En al die dingen kun je pas afstemmen als je een voorkeursontwerp gaat hebben. Dan kun je daarin fijntje doen om toch die snelheid naar beneden te krijgen. Dat is ook wel onze wens. Alleen we kunnen niet van die 50 kilometer puur af. Kijk, dat is ook een idee wat je in het ontwerp kan doen. Je kunt ook gebruik maken van gescheiden wegvlakken. Hè? Dus een gescheiden wegvlak voor voetgangers, voor fietsers en voor autoverkeer, zodat die niet vermengd raakt door elkaar. En dan is het, hoeft het op een gegeven moment dus langzamer verkeer, hoeft het wat harder rijdenverkeer niet tegen te gaan. Maar dat is ontwerp technisch. Het zijn wel dingen waar mensen over na en dus input op mogen geven. Ja, hè? Zeker. Nog meer dingen die spelen. We gaan gewoon over naar de vragen. Ik heb een meneer vooraan. En Dasha, als jij zo de vragen achteraan ontvangen. Ik heb al een aantal opmerkingen. Verkeersremmend, dan zou ik eens beginnen met oversteekplaatsen te maken. Het is onverantwoord
hoe de mensen van het mortuarium over moeten steken naar het sportveld. Hoe kinderen daar over moeten steken. Er is geen oversteekplaats. Er is er maar één op heel de Steenbergse weg. Hoe lang is die weg? Eén oversteekplaats, mijn heer. Is dat onderhandelbaar? Ja, natuurlijk. En dan ga ik verder. Hij berm die groenstrook opzij zet tegen de weg aan, heb je gelijk dat verkeersremmende werk. Oh, en wanneer je die moet ombakken, niet zo uit elkaar zet dat ze gewoon met twee auto's langs elkaar kunnen rijden. En dat ze de zijkant van de berm helemaal kapot rijden, want dat heb ik ook gezien, want dan heb je die betonnen blokken gelegd. Ja, hij heeft daar gewoon op reageert door die dingen naast elkaar te zetten. Dat er van één kant toch gelijk door kan, dan heb je een remmend effect wat gigantisch is. En dan vliegen ze extra gasgevend langs elkaar heen om dus via het slalommen om zo weg te komen. Ik proef heel veel enthousiasme voor ideeën. Zijn de dingen van u zeggen inderdaad? Ja, dat zijn zeker dingen. Kom maar straks. Ja, ik zie hier een hand. Oh ja, eerst die meneer bij Dasha. Kom ik daarna bij u. Die bakken, die bloembakken op de Steenbergseweg moeten gewoon weg, want we hebben het over 50 kilometer. Maar ze staan daar meer stil dan staan ze rijden, omdat het constant van twee kanten verkeer is. Dus je kan veel beter 30 kilometer aanhouden, dan iedereen kan redelijk doorrijden. En dan inderdaad het idee van meneer om wat meer oversteekplaatsen te maken. En dan op de hand halen. Ja, dus ik hoor hier het idee. Vloembakken op een andere plek, of in ieder geval die bakken ja, weg. Of, ja. Die mogen iemand in me. Ja, nou kijk, dat vindt u dus. Laat ook zeker die mening horen straks aan de tafel. Nog meer? Ja, deze meneer? Ja, ik heb een beetje tegenstrijdige acties hier genomen worden. De politiek zegt moet 15 kilometer hier aanhouden, als richtlijn. Terwijl aan de andere kant maatregelen gaan bedenken om die snelheid te rennen. Denk ik, politiek stap af van het standpunt 50 kilometer. Er zijn heel veel problemen opgelost, dat een andere dorp ook plaatsvindt. Ook 30 kilometer per uur op belangrijke wegen door een dorp. Dan voorkom je rijgebruik, dat het wenselijk is, en ook meer ruimte voor groenstroken. Kijk ik even, de politiek of de wethouder, is dat iets dat zomaar kan? He, want ik hoor u net zeggen, ja, er is besloten, het is wat het is. Dat besluit is genomen, het verkeerstechnisch advies. Dus dat uit dat onderzoek is gebleken en is op een conclusie gekomen dat je 50 kilometer per uur moest aanhouden, of moet niet aan te houden, omdat het 30 kilometer niet verantwoord is. Dus dat is daaruit gekomen. Daar is, dat besluit heeft uiteindelijk politiek is dat verkrachtig. Alleen het advies erachter, daar gaat het uiteindelijk, was een verkeerskundig advies geweest. De maatregelen die wij gaan nemen, die gaan ervoor zorgen dat men niet harder kan dan 50. Dus om in ieder geval te zorgen dat nu rijden op het moment rijden 80 of meer. Ja. En de maatregelen die wij nu gaan nemen, hopen we in overleg zo te nemen dat ze in ieder geval niet meer harder kunnen dan. Ja. Dus daar hebben we jullie allemaal voor nodig. Dus ik hoor jou zeggen, onze wil is er wel, maar we hebben daar ook gewoon rekening mee te houden. Dus laten we met elkaar kijken. Nou, of we in ieder geval op creatieve wijze kunnen kijken dat die veiligheid wel voorop staat. Okay. Ja, daar ben jij het dus mee eens. Absoluut. Mooi. Ik zie achterin wat handen, Dasha. Ja, kom zo bij u. Het was niet goed te verstaan. Het gaat om de vraag van deze meneer. Er is iets zoiets als veiligheid. Zeg maar of ik het goed samenvat. Maar ook zoiets als leefbaarheid. Hè? Ja, leefbaarheid van omgeving. Als je 50 mag, dan stoot je meer fijnstof uit geluid dan dat je 30 zou rijden. Wat is daar, wat is daarop wat uw antwoord? Kunnen we daar iets mee? Zijn er nog delen van u zegt van ja, waarom? Moeten ook oplossingen zien te vinden. We zouden kunnen denken aan een geluidsreduceerde asfaltlaag, bijvoorbeeld.
Maar de snelheid is niet bespreekbaar. We hebben in ons projectopdracht meegekregen dat het 50 km per uur moet blijven. En dat is gewoon niet bespreekbaar. Punt. Maar dat is wel heel duidelijk. Vinden we niet leuk met z'n allen, zijn we het over eens, maar kunnen we nu vanavond niks aan doen. Ik ga u wel uitdagen om, zoals deze meneer zegt, misschien heeft u ideeën om te kijken hoe je dan wel dat geluid kunt. Nou, u heeft het zelf over een afvallaag, maar we zitten hier misschien mensen met een technisch of creatief achtergrond die zeggen, nou, heb ik nog wel ideeën over. Dus ik ga u wel uitdagen, maar dat is duidelijke taal, geloof ik. Mooi. Misschien niet wat we willen horen, maar wel belangrijk om te weten. Ik zag hiervoor volgens mij nog een deze meneer is. En twee dingen, dat de mensen veel te hard rijden, dat is natuurlijk iets waar we allemaal mee zitten. Want je zou zeggen, hou je aan die 50 kilometer, dan zou er niet zoveel aan de hand zijn. Maar de snelheidsbeperkende maatregelen die op de brede genomen zijn, die hebben ons, als ik dan mag spreken namens systemen en ons niet overtuigd. Want het zijn eigenlijk gewoon voor de jongens die heel lekker hard willen rijden, is het extra uitdagend geworden. Dat zijn chicanes geworden, zeggen, hey, godverdomme, het is veel lekkerder om met 80 een beetje zo te swingen dan met 80 kilometer rechtdoor te rijden. En dan kom je dus op een punt, hè, waar dus het enige zebra, dan is het bij elkaar gebracht. Dan denk je van, hoe is het mogelijk? Twee dingen bij elkaar, dat is niet veilig. Kinderen hebben een pseudo-veiligheid op dat punt, want ze lopen dus naar het einde toe, waar dus daar die nauwe doorgang is. En iemand die hoeft maar ietsje af te wijken, en patsch. En het is al een keer wel eens gebeurd dat het gelukkig niet vervelend afgelopen is. Maar ik heb het nog steeds niet begrepen van als je dus verkeerssnelheidsbeperkende maatregelen invoert. A, dat je dan mensen bij elkaar brengt in plaats van elkaar af. Maar ook dat je dan het dusdanig inricht dat het mensen die dus continu te hard rijden uitdaagt om extra hard te rijden. Dat zijn dingen waarvan, heeft u daar zelf ideeën voor of zegt u nou? Nee, ik kan best begrijpen dat iets, maar dat is natuurlijk iets waar we als inwoners van de Steenwegseweg, natuurlijk, ja, dan moet je ons heel sterk overtuigen, omdat je in het verleden daartoe wel aan aantal steken hebt laten vallen. Ja, heel duidelijk. Ik wil daar ook iets aan vullen. En kom zo ook even bij de ontwerp, bij Jarno, want misschien heb jij daar nog ervaring mee of voor het onderzoek. Als ik 50 km per uur blijf op de Steenwegseweg op de Heuvelheebaan, dan heb je gescheiden fietspaden, dan mag het landbouwverkeer ook 45-50 rijden. En dat is veel te hard voor de Steenwegseweg, want het heeft een geweldige geluidshinder. Ja, de snelheid, ik begrijp het heel goed als ik inwoner zeg, maar ik kan er, helaas, we hebben het gehoord, ik kan het niet mooier maken. Dus we gaan wel met elkaar kijken welke ideeën zijn er, leven daar. Ik zag daar een hand en dan kom ik bij u. Ik zal bij jou. Ik ben niet op dit moment. Ja, het staat een beetje zacht. Maar. Het kan in het nieuwe ontwerp ook gezorgd worden dat de verkeersborden die aangeven wie er dan voor hem is, duidelijk zichtbaar zijn. Als je nu het dorp uitrijdt en je komt bij de oversteek, zie jij niet eens het verkeersbord. En dan hangen er zoveel op een kluitje. Het is niet duidelijk. Dus daar wordt een hele. Wordt er getoeterd, ruzie gemaakt, op de vuist nog net niet gedaan. Het is echt een kutpunt. Bijna. Niet vaak. Misschien niet veel. Nee. Maar die bomen, echt een verschrikking bij die verkeersborden. Duidelijke verkeersborden, hoe moet ik u zeggen. Nou, leveren ze ook die input even naar. Hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien. Dus wellicht zijn er geen borden nodig. Als we met z'n allen iets slims kunnen bedenken dat het niet nodig is, hebben we dat nog veel liever. Maar als ze wel nodig zijn, dan moeten ze gewoon duidelijk zichtbaar zijn. Nu, ja, 100%. Eens. Nou, laten we eerst kijken naar hoe moet het eruit komen te zien. En dan is dat de volgende stap. Wat gaan we dan doen om het nog veiliger te maken? Ik let heel even op de tijd, want we willen ook goed de meneer nog goed in gesprek kunnen. Maar Jarno, ik heb nu een aantal keer iets gehoord van meneer over dat ontwerp en zijn er nog suggesties die jij kan doen met jouw expertise als het gaat om ontwerp? Of heb je ergens voorbeelden van een ander project of gemeente waar je zegt, nou dat hebben we zo opgelost, zou kunnen? Ja, in de vergelijkbare situaties als de Steenwegseweg hebben wij ook een passend ontwerp kunnen maken. En wat was daar dan anders of passend aan? Of zeg je van, nou denk daar eens over na, dat zou kunnen. Welk belang is dat voor een veilige fietsroute? Dus intensiteit van we gaan dat niet invullen. We gaan eerst luisteren. Pas dan gaan we invullen. We gaan niet anders dan
is het weer een moment. Nee, dat is dus heel goed, dat probeer ik ook te veranderen. Het ligt dus, het hangt dus af van de wensen die mensen uiten, waar je met het ontwerp uiteindelijk de nadruk op gaat leggen. Het is ook zo'n voetoversteekplaats, dat je niet daar de vorm gegeven is en ook niet in de vorm zoals die zou moeten zijn. Bij deze snelheid en op welke plek potentie verhogende toevoegingen en vormgeving, zodat je wel voldoet. Dankjewel. Ik merk dat er ontzettend veel leeft, ontzettend veel vragen zijn. We hebben bewust gezegd, doe niet alles plenair, ook echt één op één. Waarbij u dus op dat soort vragen die er net kwamen, nog op dieper persoonlijk in kunt gaan. En er zijn verschillende manieren voor, die ga ik zo aangeven. Ik zag volgens mij daar achteraan, heb ik nog een meneer de hele tijd met zijn hand omhoog gezien. Die... Nee, ik zie nu geen hand meer. Nou, dat is, dan wil ik hier... Ja, die meneer heb ik een aantal keer met zijn hand omhoog gezien. En dan gaan we naar de... Ja. Landbouwvoertuigen die straks nog naar 25 meter nog blijven of gaan rijden of nog wel harder. Maar waar het om gaat is ook de hoeveelheid tonnen deze auto's of deze vrachtvervoer met zich meebrengt. En in deze tijd voor de oogst zie je dus dat de vrachtwagens de tractoren door de straat rijden. Zoveel gedenken dat we ons vervoergeven scheuren. Ja, ja, ja. Met een leuke anekdote, maar gisteren is er een schilderijtje van de muur gevallen door het trillen van de vrachtwagen die voorbij kwam. Dus je kunt zich voorstellen wat dat doet met de straat en wat het met oude huizen doet, maar daar heb je wel plezier van. Ja. Aandacht voor snelheid, oké, iets kan niet. Maar ook aandacht voor een aantal tonnen toelaatbaarheid. Tonnen toelaatbaarheid, trillingen, ja. Is dat iets wat, dank u wel, is dat iets wat ook in een ontwerp, ik heb geen idee, mogelijk is? Kun je daar oplossingen zonder, jij zegt net inderdaad, we gaan geen oplossingen aandragen, maar zijn dat wel dingen die überhaupt mogelijk zijn voordat we verkeerde verwachtingen wekken hier in de zaal? Vind ik wel belangrijk om even te benoemen. Wij kunnen daar ontwerp technisch niet op sturen, wij kunnen alleen maar de handhaving vragen om daarop te gaan toezien. Ook die landbouwvoertuigen hebben een maximaal toelaatbaar gewicht. Alleen als mensen zich daar niet aan houden, kunnen wij ons ontwerp daar niet op aanpassen. En die trillingen, heeft dat ook nog, ook nog voor het gewicht? Zijn er nog andere zaken die daar in meespelen waar je zegt, nou in een ontwerp zou dat eventueel nog wel iets zijn om het over te hebben? Hè? De topboosters in de list, want ik snap, ik zou ook niet blij zijn als het mijn huis was. Ja, dan zit je tegen twee gedachten aan te hikken. Ja? Aan de ene kant wil je snelheidsremmende maatregelen wellicht plateaus maken. Ja. Aan de andere kant gaan die weer heel veel trillingsoverlast geven. Dus dan ga je botsen. Dat wordt een lastig dingetje. Dus het blijkt wel dat we een leuke puzzel te doen hebben. Het is misschien niet het antwoord waar u op hoopte, maar het is wel een eerlijk antwoord. Ik kom zo, gaan wij naar het plenaire gedeelte. Ik zie nog wat meer handen. Ik wil u vragen en de mensen die nu opnieuw nog de hand in de lucht steken, om in het individuele gedeelte uw vraag nog te stellen. Of zegt u nou, ik wil echt, dit is iets dat zo, dat ik ook toch nog even plenair wil stellen vooruit. Ik zie u zo. Laatste. Nou, op dit moment zijn die betonblokken. En aan het eerste gedeelte, als je het dorp inkomt, auto's willen heel snel er voorbij. Dus die gaan dus al over het fietspad, voordat ze überhaupt de ventweg opkomen. Kinderen lopen daar, kinderen fietsen daar. Hoe vaak je wel niet gewoon bijna ongelukken hebben, omdat die gewoon daar al er langs willen, om niet te willen wachten. Dus het zorgt voor heel veel onveiligheid. Snap ik. Heel veel onveiligheid. Zijn dat ook zaken in een ontwerp waar je nog eens over kunt nadenken met elkaar, hoe je dat soort zorgen ontwerptechnisch zou kunnen oplossen? Maar dit fenomeen heb ik vanavond toen ik het wat in de rij ook zelf gezien en ervaren. Ja. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden in het ontwerp. Ja. Mooi. Ik stel voor, gezien de tijd die we hebben, dat we ook individueel met u in gesprek worden en sommige mensen al best lang stilstaan, dat we even kijken. Jij wil nog één ding zeggen. Ja, nog twee vragen die hangen. Er was één vraag over de riolering. We gaan het volledige rioolstelsel gaan vervangen. Dus zowel het vuilwater wat er al ligt en er komt een nieuw schoonwaterriool naast. Dus het wordt allebei vervangen, 100%. We gaan ook proberen eventuele wateroverlast zoveel mogelijk terug te dringen. En er was ook nog een vraag over de enquêtes. Ja. Die gaan wij niet weggooien, die gaan we gebruiken.
maar die zijn bijna 5 jaar geleden. Dus we willen nu gewoon alle bewoners opnieuw de kans geven om weer input te geven. Dan gaan ze zeker ook nog erop naast staan. Absoluut. Die input wordt nog gebruikt. En we hebben in de voorbespreking, dat is ook goed om deze meneer nog te antwoorden, heb ik ook de vraag gesteld. En dan komen we als mooi bruggetje tegen naar de planning. Wat gaan we nou doen met die input? Hoe doe je dat? En met welke timing? Want u zit hier om een mening te geven. Maar sommige mensen zeggen, nou, ik wil wel wat meer doen dan mijn mening geven. Ik wil in een klankbordgroep. Of ik wil een ontwerp nog eens beoordelen. Is gezegd, de planning vanavond hebben wij de eerste avond. Dan, mensen die geven hun mening aan dat bouwteam. Hun ideeën, we zorgen straks dat er tafels ook nog staan waar u allemaal terecht kunt. Die ideeën worden opgehaald. Dat doen we hier. Dat doen we met een ideeënbus. Daar kunt u ook nog suggesties in doen. Er is een bouwapp. Dus voor de mensen die de streaming terugkijken en zeggen ik wil even online bedenken, kunt u makkelijk met een QR-code uw ideeën weergeven. Gaan we straks allemaal laten zien. Dat wordt allemaal opgehaald vanavond. Maar dan? Dan is het zo dat er een tweede sessie komt. Met inwoners, maar die komt er niet voordat er een klankbordgroep bij elkaar is geweest. En daar zoeken jullie, heb ik begrepen, inwoners voor. En niet zomaar inwoners, maar inwoners die wel op bepaalde data kunnen, dat zijn deze data, bereid zijn daar een deel of een avond of een deel van de avond aan te besteden. Zo heb ik het van jullie begrepen. Ja, 's avonds. En ook het brede plaatje te zien. Dus niet alleen de eigen achtertuin, maar de veiligheid van verkeer. In Dinteroord of als het over verkeer gaat, niet alleen de kinderen, maar ook de fietsers en de ouderen. Dus daar zijn, we komen zo op terug, wel wat verzoeken voor. Maar heel belangrijk, als u zegt na vanavond, ik, of misschien heeft u vanuit uw vak, dat u zegt, nou, ik heb daar wel over ontwerp of zo, wel bepaalde ideeën, meld u aan. En het liefst zo divers mogelijk. Ik kijk Dasha, waar ben je Dasha, even aan. We hebben volgens mij een dorpsraad. Wat voor mensen die al actief betrokken zijn, hebben we nog meer die we eigenlijk ook hier nog bij willen trekken. Maar de mensen die sowieso in de klankbordgroep komen te zitten, zijn inderdaad een vertegenwoordiger van de dorpsraad Winterhoort en van leefbaarheid Winterhoort. Daarnaast willen we nog 10 inwoners in die klankbordgroep hebben, waarvan 6 aanwonend aan de Steenbergseweg. En 4 uit de rest van het dorp. En natuurlijk hebben de aanwonenden van de Steenbergseweg hebben nog een hele eigen inbreng van eigen belang. Dus vandaar dat zij wat dat betreft ook natuurlijk de meeste vertegenwoordiging krijgen in die groep. Daarbij gaan we wel uit van een zekere spreiding over de weg. En wat heel belangrijk is, dat ook een stukje motivatie van waarom wil ik nou in de klankbordgroep zitten. Yes. Dat is dat ook. Word je goed. Ja. Mooi, dus denk er even over na en denkt u, daar word ik warm van? Wanneer je daar wat op wil zeggen, mag dat zeggen? Ja, dat mag. Ja? Ik heb mij dus 2 jaar geleden opgegeven voor de klankbordgroep. Nou, dan is het zaak om te zorgen dat u er nu bij betrokken wordt, bij deze. Ja, nee. Schrijf wel een mooie aanhoud formuleren. Daar kan ik niks aan doen, maar ik begrijp dat dat natuurlijk niet netjes is. En dat is ook wat we hier hebben gezegd. Er is in het verleden echt niet alles goed gegaan. Maar het is dit bouwteam wel aangelegen om dat, en daar mag u ze ook op aanspreken, juist nu wel zo goed mogelijk te doen. Dus u te betrekken. En als u zich aanmeldt, dat kan vanavond met aanmeldformulieren die jullie straks klaar gaan leggen. Voor die klankbordgroep, dus doe dat zeker. Dan komt u met die klankbordgroep, dan gaan we straks even naar de planning, tussendoor bij elkaar. Om de ideeën die vanavond zijn geopperd, is met elkaar te inventariseren. Zeg ik dat zo goed, Gobert? Misschien kun jij wat extra toelichting geven over hoe dat dan gaat. We hebben dan een klankbordgroep en dan? Nou, we gaan natuurlijk eerst vanavond en morgen en de rest van de week gaan we inventariseren wat we vanavond allemaal ophalen. Alle ideeën, alle wensen gaan we in kaart brengen. En daar is waarschijnlijk een rode draad in te zien. Maar er zal heel veel gaan over verkeersveiligheid. Parkeren heb ik al een aantal keren gehoord. Dat zijn thema's die moeten dan terug gaan komen in ons ontwerp. Dan hebben wij dat straks opgesteld. Dan komen we met de klankbordgroep bij elkaar. En dan gaan we kijken waar gaan we nou de nadruk op leggen. Wat is voor dat stuk van de klankbordgroep belangrijk? Wat is voor de rest van de omgeving belangrijk? En dan gaan we proberen op die manier gaan we 2 ontwerpen
maken. Het streekontwerp dan? En die gaan wij dan, de tweede participatieavond gaan we die presenteren. En dan gaan we kijken welke variant heeft de meeste stemmen, de meeste voorkeuren. En die gaan we maken. Die gaan we maken. En dan komt er ook nog... Een bereikbaarheidssessie. Ja. Op het moment dat we weten wat we moeten gaan maken, kunnen we ook gaan kijken hoe kunnen we nou tijdens de werkzaamheden iedereen bereikbaar houden, iedereen veilig houden en zorgen dat iedereen kan komen waar die moet zijn. Dus dat volgt pas na. Dat kunnen we nu nog net zelf zeggen. En ik vroeg aan jou van hoe ziet het er dan uit in de tijd, hè? Dat kon je wel ongeveer zeggen, ja. Maar dat ligt dus ook aan welke reacties er binnenkomen, of er nog wijzigingen op het ontwerp, of dat veel of weinig werk is. Verwoord ik dat zo goed? Misschien even naar jou, Chris, qua timing? Dat verwoord je goed. De tweede participatieavond is in week 3 volgend jaar gepland. En dan hebben we 2 ontwerpen. En dan volkersontwerpen. En dan gaan we daarna met z'n allen welke we gaan kiezen. En dan maken we een bereikbaarheidssessie en dat zal medio februari zijn. Gaan we die uitwerken? Ik zou Kees in de eerste, dan kom ik bij u. Je streef datum september 25, dus daar wil je op beginnen. Kan je een beetje zeggen van wanneer zijn we klaar? Februari 26 of zo? Ik denk dat we daar ongeveer anderhalf jaar werk aan hebben. Anderhalf jaar? Ja. Als we, kijk, als je hem helemaal vierkant afsluit, kunnen we sneller. Maar dat zal de bedoeling niet zijn. Dus op het moment dat je alles bereikbaar moet houden, kun je maar op een klein stukje van het gebied kun je werken. En ja, de rest is dan verkeerd. En daar ga je langer over doen. Maar is ook iets wat je dan in die sessies natuurlijk moet bespreken. Hoe ga je dat plannen? En ja. En welke variant komt eruit? Ja. Er zijn zoveel scenario's denkbaar. Ja, daar kun je eigenlijk niks van zeggen. Een beetje koffie kijken nog, maar een doorkijken is het. U had een vraag. Ik heb even een vraag over die 2 ontwerpvarianten, want het kan ook best wel zijn dat in allebei van die varianten iets goed staat. Maar u zegt net van we kiezen de 1, maar ik ga ervan uit dat ook goede ideeën misschien samenkomen en dat er dan een nieuw ontwerp uitkomt. We hopen eigenlijk dat in de klankbordsessies dat die 2 varianten tot 1 beste variant gaat komen. Die nemen we dan uiteindelijk ook mee. Antwoord als uw vraag? Kijken of het zoveel mogelijk mee, of de bouwteam het zoveel mogelijk mee kan doen. Dat wat betreft de planning. Dan ga ik eens even kijken of we nu alles voor het eerste gedeelte gehad hebben wat we met u willen delen. Moet ik toch even achterom kijken naar de sheet. Kijk jou even aan, Charlotte. Ja, dit is nog een manier om, als u tussendoor nog iets te binnen schiet, om in de ideeënbus kunt u hier die hier vanavond staat nog ideeën doen. Dat geldt ook voor ideeën die misschien niet met het onderwerp van participatie te maken hebben voor de Steenbergse weg. Maar wel waarvan u zegt, ik heb Dasha niet gesproken bij de tafel met suggesties of klachten. Ik wil nog wat kwijt, mag ook in die ideeënbus. En dan is het aan het bouwteam om aan u terug te koppelen wat daarmee gedaan kan worden. De formulieren voor de klankbordgroep, daarvoor bedachten wij bij aankomst van we moeten zorgen dat die niet zoek raken. Heeft u die nou ingevuld om te voorkomen dat die gaan zwerven? Doe ze ook maar gewoon in die ideeënbus. Dan weten we zeker dat hier op deze locatie niks achterblijft aan de bar. En we hebben dus de bouwapp. U kunt ook mailen naar herinrichting Steenbergseweg, gemeentesteenbergen.nl. Dus ook voor de mensen die de streaming terugkijken bij de SLOS. Denkt u van verrek, ik kijk dat nu 3 weken later en er schiet me nog iets te binnen. Opper die ideeën, want misschien is dat wel een aanvulling op iets wat de klankbordgroep had bedacht of de mensen hier vanavond aanwezig. Dan kijk ik jullie eens even aan. Zijn er nog iets vergeten aan te stippen voordat ik doorga naar wat we zo meteen gaan doen, namelijk een rondje in de zaal. Waarbij jullie achter een tafel staan en tegen de mensen zeggen, kom maar, ik ga zo de onderwerpen even laten zien die onderwerp van gesprek zijn. Ben ik nog iets vergeten? Heren en dames van het bouwteam of meneer de wethouder. Iets belangrijks, want ik zeg, dat moet mensen nog even meegeven. Ik bleef stil, dus dan neem ik aan dat we alles hebben behandeld. Vragen komen mensen vanzelf bij jullie terecht. We gaan nu even kort pauzeren en deze ruimte een klein beetje ombouwen. Het is nu ongeveer 8 uur. We hebben nog zo'n 3 kwartier.
is op individuele basis met elkaar in gesprek te gaan. Achter de bar gaan ze straks, ze kunnen u niet allemaal tegelijk bedienen, gaan ze lekkere drankjes inschenken. En ik zou zeggen, zoek een tafeltje, ieder tafeltje is gelijk qua gespreksonderwerp. Daar hangen, en daar had je ook nog een, we hebben bepaalde onderwerpen ter bespreking. Er zijn misschien nog extra onderwerpen. Komt op mooie geeltjes, ja, mooie geeltjes. Maar daar is ook over nagedacht. Er gaan straks kaarten liggen van het projectgebied. En daar kunt u opschrijven wat voor ideeën u heeft over bijvoorbeeld groen, parkeren, verkeersveiligheid of vragen. En misschien zijn er wel hele andere onderwerpen waar we die aan hebben gedacht. Dus schrijft u die op een geel briefje. En op die manier maakt het het makkelijk om die input straks ook voor die klankbordgroep te clusteren. Want er worden overal foto's van gemaakt en dan kunnen we heel goed zien wat er nou is binnengekomen. Beetje huistuin- en keukenmanier, maar we hebben gemerkt dat het werkt en het helpt om uw input te clusteren. En dat u ook kan zien, hé, over verkeer zijn echt heel veel vragen over parkeren. Oh, er zijn heel veel overige vragen die we niet behandeld hebben, die op geldjes staan. Wijs zich allemaal vanzelf. Pakt u wat te drinken, ga op individuele wijze lekker in gesprek. En nou, over pakweg 3 kwartier komen we even samen om terug te koppelen wat er is opgehaald. Ik loop langs als een soort razende reporter om eens te kijken. Wat vindt u nou eigenlijk? En dan gaan we ook weer terugkoppelen wat er is opgehaald en nog even dat proces. Wat hoort u terug, wat gebeurt er met input, et cetera, om ook vast te leggen. Dat het niet blijft bij een avondje gezellig bij elkaar zitten, maar dat we echt met elkaar, en dan kijk ik jullie even aan, jullie hebben die commitment ook uitgesproken. Ik zei, ik ga deze avond niet doen als het betekent dat ik mensen wat mag laten vertellen en vervolgens vertellen wat was het een leuke avond. Dus jullie hebben de commitment allemaal geuit om op je beste manier die input te verwerken. Dus ik zou zeggen, laten we daarmee aan de slag gaan. En de mensen achter de bar. Schenk lekker, jullie hebben inderdaad al wat klaargezet. Zorg dat deze mensen lekker bediend worden. En wij bouwen even om. En we zien u zo terug.